Welkom allemaal, dames en heren. Fijn dat u weer in zo'n grote getale bent gekomen. Ik wilde graag van jullie iets weten, want we gaan het er ook straks kort, maar we gaan het er wel over hebben. Wie van jullie vindt dat het terecht is dat Geert Wilders zich in de rechtbank moest verantwoorden? Nou, geen meerderheid, hè? Nee. En wie vindt dat het vonnis, wel schuldig, maar verder geen straf, terecht is, een goed vonnis is? Ook gemengde gevoelens. Wie vindt dat hij helemaal niet veroordeeld had moeten worden? Dat kan natuurlijk ook. Eén. Twee, drie. Oh, toch een paar mensen. Goed. We gaan het straks kort over hebben, want dat was natuurlijk wel de ophef van deze week, kunnen we wel zeggen. Niet het feit dat Lodewijk Asscher de race had gewonnen, maar de rechtszaak van Geert Wilders. Daarvoor heb ik straks hele fijne, prachtige gasten aan tafel. Dat zal u, als u het programma heeft bekeken, niet ontgaan zijn. Zet uw phone trouwens eventjes op stil, maar ga rustig hierover twitteren met de hashtag PocaPiment. En het wachtwoord voor de wifi is Theater van het Jaar. Theater van het Jaar. Goed. Mijn co-host, en daar ben ik hartstikke blij mee vandaag, is Nienke de Zoete, bekend van Nieuwsuur als parlementair duider. Nienke. Ha, wat fijn dat je weer bent. Ja. Je bent hier al vaker geweest. Gezellig. Ja, gezellig, hè? Ja, hij is zo gezellig. Nienke, wat was jouw nieuws van de week? Ja, een beetje met het gevaar af dan weer voor een journalist uitgemaakt te worden die aan overfocus leidt, volgens Rutte. Maar dat is denk ik toch het proces van Wilders. En vooral ook eigenlijk zijn reactie daarop. De totale polarisatie. En nou, ik denk, we kunnen wel eens een hele grimmige campagne krijgen. We krijgen een grimmige campagne. We gaan het zo over hebben. Jij mag daar gaan zitten. Dank je, fijn dat je er was. Bent. Alsof het al afgelopen is. We moeten nog beginnen, kun je nagaan. En dan wil ik graag de volgende gasten naar voren roepen. Alexander Pechtold, de voorman van D66. Welkom. Middelste stoel, hè? Waar wil je me hebben? In het midden, zoals het hoort. Want, mensen, u heeft misschien al gezien, boven in zijn stand, hij schreef een boek. Menig politicus schreef een boek. En meneer Pechtold schreef dus ook een boek. Je ontkomt het tegenwoordig niet meer aan. Zijn tweede boek. Disgenoteerd. Ja. Eust-Jan Akiol, ook schrijver en columnist. Welkom. Ga zitten. Bekend van de mensen die... komen jouw stukjes ook in de Gelderlanden, ja, Eus? Sinds kort ja. Niet meer. Maar dat wordt weer veranderd. Dus binnenkort wel weer. Oh, nou, oké. Okay. We zijn even verder. Het wisselvallige beleid. En de directeur van de Nederlandse reisopera, Nicholas Mansfield. Nel Schellekens staat ook op programma en die komt ook, maar die heeft de tent zo ontstellend vol met lunchgasten, dat zij komt in de pauze. En ze moet na Piment ook meteen weer wegrennen, want voor het diner is ook alweer uitverkocht. Dat ze dus de moeite heeft genomen, gaat nemen om hier te komen, is geweldig. Goed, lieve gasten, zeer welkom. We gaan eerst even kijken en we gaan echt hierover praten, meneer Pechtold. We gaan echt zorgen dat het de bestseller van de eeuw wordt. Nou... De eeuw is nog jong. Ja, daarom. We gaan eerst even naar een filmpje kijken. Het filmpje waar we het allemaal over gehad hebben. Het filmpje van Geert Wilders. En ik heb een boodschap aan de rechters die mij veroordeelden. U heeft miljoenen Nederlanders hun vrijheid van meningsuiting ingeperkt en daarmee eigenlijk iedereen veroordeeld. Niemand vertrouwt u meer. Nou, dat is een buitengewoon heftige uitspraak. Meneer Pechtold, wilt u deze keer wel iets over zeggen? U vraagt mij het, maar ik denk dat we de hand zouden opsteken. Wie vindt dat we eens wat minder moeten praten over politici die alleen maar tegen ons praten, maar niet bereid zijn om naar Doetinchem of andere plekken te komen, dat er ook wel eens een meerderheid zijn hand mag opsteken. Toen 10 jaar geleden ik begon te ageren tegen de politiek van Wilders, dacht ik, veel gekker kan het niet worden, moet het niet worden. Dit is over de zoveelste grens. Maar wat er gebeurde, is ook wat Nienke dus heel terecht zei, de sfeer is zo grimmig aan het worden. Ik zag gisteren op Twitter de account verschijnen, weg met de D66-rechters, ik zag weg met neprechters. En ik zie daar een groot gevaar in, of ben ik dan te somber? Ik heb ze trouwens gerapporteerd. Ik
vindt Wilders een politieke oplichter, omdat hij probeert een tegenstelling te creëren, te polariseren, niet met oplossingen komt. En dat hij belangrijke instituten, de Tweede Kamer, nepparlement, de rechters, de onafhankelijke rechters, politieke partijdigheid verwijt, proces, het OM, een revolte aankondigt als die geen premier wordt. Ja, schokkend. Toch merk ik bij veel politici ook enig ongemak om erop te reageren. Deels omdat het onder de rechter is, maar deels ook, bijna NSDUC, just against you, maar... Journalisten gaan over hun vragen, maar ik vind de focus op Wilders, iemand die eigenlijk alleen maar twittert, op Twitter niemand volgt, statements aflegt, maar niet bereid is om zich nader te verklaren. Maar dat is vorm en dat, daar ben ik het mee eens. Hij over journalisten zegt hij hetzelfde, had een plaatje getwitterd ook van ik heb journalisten niet nodig, ik doe het via de sociale media. Dat is zo, maar toch zijn er heel veel mensen die dat aanspreekt. Dus zou er kijk, mensen spreekt veel aan. Het is hetzelfde dat als er een ongeluk gebeurt, zijn er sommige mensen die denken ik ga helpen. Of dan denken mensen, oh, er staan al drie mensen. Er zijn mensen die allemaal gaan staan kijken. En er zijn mensen die denken, nou, dit is een beetje gênant, laten we doorlopen. En met z'n allen staan we nu maar te kijken. Nou, ik niet, ik ga door. Maar waar was uw krachtige statement de afgelopen dagen of twee dagen... jegens alles wat gezegd is over de rechtspraak in Nederland, over politici, over parlement, ik heb u niet gezien. Ik laat me door hem niet mijn politieke momenten bepalen, dat zal ik doen op de moment. Maar ik voel mij als burger, voelde ik me redelijk verlaten de afgelopen twee dagen. Kijk, formeel, en dat zei mevrouw de Zoete juist ook al, zolang die uitspraak, zolang die rechtszaak geldt, en overigens hij gaat nu een hoger beroep, dus eigenlijk is dat nog formeel nog steeds zo, vind ik dat ik mij wel aan de regels moet houden, namelijk... dat we iets wat onder de rechter is niet allemaal met z'n allen gaan becommentariëren. Rechters hebben daar ook een bloedhekel aan en nemen dat soms ook vervolgens, zeker als politici het doen, dat in hun uitspraak mee. Maar de rechters hebben in dit geval wel aan het begin van de uitspraak ook kritiek op al die kritiek van Wilders geleverd. Dat is heel uitzonderlijk. Die mensen kunnen prima voor zichzelf opkomen. Dat deden ze fantastisch, in goed gezochte woorden, zelfbewust. En dan hoef ik niet als een circusaapje achter meneer Wilders met mijn commentaar te komen. Ik verbaas me over het, en nu praten we er dus alweer te lang over, dat elke keer de rest van de politiek moet reageren op een politieke oplichter die 6 jaar geleden, midden in de crisis, Nederland in de ellende stortte. Want er werd geen oplossing gezocht, als een verkiezingsbelofte verdwenen als sneeuw voor de zon. En ik ben veel meer geïnteresseerd, niet in die... collega van me, maar in de 20-30% die hij misschien volgens de peilingen lijkt aan te trekken van mensen die kennelijk in de rest van de politiek zo teleurgesteld zijn of hun maatschappijbeeld zo negatief hebben bijgesteld dat het een reële kans is, net als wat in Noord-Amerika gebeurde, net als wat er met de Brexit gebeurde, dat wij onszelf en alles wat wij hier lief hebben in het gevaar storten. Dat is mijn interesse en niet meneer Wilders. Okay. En Nicolas, jij hebt genaturaliseerd op Nederlander uit protest tegen de Brexit in jouw land van herkomst. Ja. Als je dit allemaal meemaakt, denk je dan niet, oh my god, wat heb ik gedaan? Nee, dat denk ik niet. Als ik dit allemaal hoor, dan... ik ben een man van verbinding. Hè. Ik maak cultuur samen met anderen en wij proberen mensen bij elkaar te brengen. Wij proberen levens te veranderen door positieve dingen. Wij proberen harten warm te maken en niet koud. En ik vind dit allemaal heel erg treurig. En ik ben ontzettend blij met de uitspraak van de heer Pechtold. Dat Wilders een politieke oplichter is. Ik vind hem zelf een heel gevaarlijke man. Maar je moet hem inderdaad niet te veel aandacht geven. Het is lastig. Maar dan zijn we dat station niet gepasseerd? Ja, dan zijn we wel misschien gepasseerd. Maar wat mij opvalt in dat spelletje... Ik ben geen politicus hoor. Dus mijn opmerkingen komen gewoon recht uit mijn hart. Van politici niet? Misschien niet. In de spelletje om zetels krijg ik soms wel de indruk... dat de politici niet zeggen wat ze echt vinden. Omdat ze bang zijn dat ze zetels gaan verliezen. En dat vind ik een spel waar ik persoonlijk weinig mee heb.
Goed, ik wil ook niet te lang erbij stilstaan. Dat is niet omdat ik in tegenstelling tot een aantal politici, waarom u, meneer Pecht, zeggen, ja, waar moet je zoveel tijd aan besteden? Ik vind dat je ongelooflijk veel tijd aan moet besteden. Nee, maar ik wil het graag. Nee, maar even goed voor de duidelijkheid. Ik wil het graag hebben over waarom mensen afhaken. Ik wil het graag hebben. Dus heb ik de boek. Daar gaan we het over hebben. Daar, ja, maar over mijn ideeën en waarom ik. De andere ideeën vindt. Maar het maar blijven hangen van, oh, ah, kijk, daar is iemand gek staan doen. Nee, maar het is niet blijven hangen. Ik vind nu echt dat u daar iets te makkelijk van afmaakt. Er is geen alternatief. Man domineert momenteel gewoon het debat. Er zijn heel veel alternatieven. Elke dag komt wel een nieuw alternatief. Maar die man domineert tegenwoordig gewoon elk debat. En ik zie u niet een voortrekkersrol nemen in het debat. U bent niet degene die de stemming in het land bepaalt. Hou eens op, ik heb 10 jaar lang ieder debat. Maar dan wel in de Tweede Kamer, ja. Tegenover. Ja, als reactie. Als reactie op wat er gebeurt. Niet alleen een reactie. Ja. Defensief. Op momenten dat hij de grenzen overschrijdt. Ja, defensief is dat. Dan ben je dus niet zelf architect van absoluut wat wel. Er gebeurt op dat moment in landen. Absoluut. Reageer op wat die man de hele tijd uitdenkt en uitvoert. Nee, want mijn eigen initiatieven is laten zien dat we in een stuk mooier Nederland kunnen leven als we elkaar de ruimte geven. Als we niet polariseren, als we niet discrimineren, als we geen haat zaaien. Dat is mijn eigen verhaal. En al 10 jaar sta ik onvermoeibaar bij iedere interruptiemicrofoon om met hem te praten. Te laten zien aan mensen dat er een keuze is. Maar de hele dag over hem praten, terwijl hij nu weet ik veel waar op de bank ligt. En hij zit Netflix nu te twitteren. Hij zit te twitteren. En Netflix zit te kijken. Hè? Of de Donald Duck zit te lezen, want dat schijnt hij erg leuk te vinden. Daarvan zeg ik, daar is een grens aan. Daar is een grens aan, want het leidt tot niks. We hebben, behalve het filmpje van Wilders, hebben we nog een filmpje. Laten we ook een heel kort stukje uitzien, maar te regeren. En als dat vertrouwen zo laag is geworden, dan is dat een groot, groot probleem. Hoe los je het op? Ik denk in de eerste plaats de politiek. Ik zeg tegen alle politici in Nederland en in het buitenland, mensen, wees integer, wees onkreukbaar en vooral draag uit dat je er bent om het publieke belang te dienen. En wat is het publieke belang? Het publieke belang is het belang van de toekomst, van de jeugd die hier zit. Het is het belang van de toekomst voor een leefbare aarde voor de jeugd. En daarom, politici, doe dat. Laat zien, je bent er voor het publieke belang. Je bent er voor om de jeugd op een aarde te laten leven die zichzelf kan herstellen. En ook een jeugd waar we elkaar weer in vertrouwen. Waar de touwtjes weer uit de brievenbus hangen. Dank je, Matthijs. Meneer Pechtold, hoe verklaart u dat zo ongelooflijk veel mensen in het land hierdoor ontroerd, geraakt... raakte. Hoe verklaart u dat? Wat gebeurde hier? Zijn mensen zeggen, ja, makkelijk PR-verhaaltje of ja, zeg, touwtjes uit de brievenbus. Maar het gros van de mensen was diep en diep ontroerd hierdoor. Hoe komt dat volgens u? Omdat het niet over beleidsstandpunten ging, maar over iets wat ik denk heel veel mensen, een grote, wat mij betreft, te zwijgende meerderheid voelt. Namelijk, we raken iets kwijt, of zijn het misschien in het ergste geval al kwijtgeraakt, waar we trots op hadden kunnen waren. Dat had niet alleen te maken met tolerantie, hè, want dat had ook een zekere mate van leven en laten leven die oninteresse, laat maar zeggen, was. Maar het is een oproep aan politici en aan de maatschappij om ons te richten op de thema's die, en dat ben ik helemaal met Terlouw eens, richting de toekomst bepalend zijn en die we niet langer kunnen uitstellen. En dat wist hij in beeldspraak te doen, dat is altijd het goede van pakkende boodschappen die mensen herkennen. En dat touwtje uit de brievenbus, ja, er is veel over geschreven. Ja, natuurlijk, het is een metafoor. Je moet niet een soort romantisch beeld over de jaren 50 hebben. Want dat, van die brievenbus, mijn vader zei altijd, ja, als mensen dan zeiden, ja, je kan, vroeger kon je de achterdeur nog laten openstaan. Dan zei hij altijd, ja, klopt, 2 grote verschillen. De vrouw was altijd thuis en er viel niets te halen. En gelukkig is dat veranderd. Dus we moeten er niet naïef in zijn, maar de beeldspraak is natuurlijk prachtig en appelleert. Geeft u ook hiermee hoop? Ja, natuurlijk, maar dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik heb het mezelf strak voorgenomen de komende, het is minder dan 100 dagen tot 15 maart, om niet alleen te kiften over wat de ander fout doet in je ogen, maar gewoon je eigen verhaal en dan met name het positieve verhaal. Ik denk dat mensen snakken zo langzamerhand om
om eens wat minder dan alleen maar die schurende rechten en problemen die we allemaal de hele dag over ons heen gestort krijgen. Want daar gaat dit boek ook over, hè? Optimist in de politiek. Ja. Ik heb het verticaal gelezen, maar bij de belangrijkste stukken heb ik echt intens gelezen. Daar staat aan het einde, vooral de laatste hoofdstukken zijn toch boodschap, is toch de boodschap wat er allemaal mogelijk is, wat er allemaal kan en wat er anders zou kunnen. Maar waar komt dat optimisme vandaan? Ik bedoel, is dat gekozen van ja, tegenover alle negativiteit gaat dat vast wel lekker lopen? Want iedereen is dol op optimisme. Ik merk dat bij mijzelf. En laat ik eerlijk zijn, het is niet iets wat aangeboren is en waar je, laat maar zeggen, door een roze bril de wereld bekijkt. Ik merk dat, en dat is ook een opdracht aan mezelf, die titel, om optimistisch te blijven, positief te blijven. Is dat moeilijk? Nou ja, ik zeg wel eens, het is een houding. En als mensen wel eens vragen van D66'ers, zijn die hoog opgeleid? Ja, een deel, de helft inderdaad blijkt het onderzoek, de andere helft overigens dus niet. Ik zeg, het grote verschil is dat het mensen zijn die 's morgens niet wakker worden met het idee, waar ga ik me vandaag aan ergeren? En dat is een levenshouding. En dan kan er ontzettend veel, dan kan je genieten, ook als het regent, dan kan je genieten, ook als je ideeën in de politiek niet tot een meerderheid leiden. En ik denk dat iets is, op deze plek, laten we dat toch eens met z'n allen nog blijven beseffen. We zitten hier toch op een plek dat als je wieg hier de afgelopen 50, 60, 70 jaar heeft gestaan en je kijkt naar levensverwachting, gezondheidszorg, de vrijheid om jezelf te zijn, je geaardheid te tonen, te houden van wie je wil, controlerende kritische media. Man, wat hebben we het hier goed, maar we lijken het zelf steeds minder te zien en met name te waarderen en daarmee te behoeden. Maar nu schetsen we Nederland als een paradijs en er is toch wel het een en ander mis. Natuurlijk, daarom. Ik bedoel, luister eens, anders zou ik wat anders zijn gaan doen. Wat is er mis dan? Er is... Wat? Wat is er mis? Er is nog zat mis. Maar er zit vaak een tegenstelling in. De buitenlandse rapporten moeten ons laten zien hoe goed onze gezondheidszorg is. En terecht zeggen wij, hij is niet goed genoeg, want in een verpleeghuis is het niet normaal als je maar 3 keer per dag naar de wc kan. Nou, maar je kan blijven hangen in het één. Of je kan trots zijn op het signaal wat we van buiten krijgen en het ander versterken. Nou, en dat is mijn politiek, denk ik. Natuurlijk zijn er nog dingen. Er zijn nog 400.000 kinderen die in armoede leven in dit land. Is dat iets om bij stil te zitten? Nee. Is het in de rest van de wereld erger? Ja. En is dat relatief dus, die problemen van ons? Ja. Maar ja, het is net zoiets als ik vroeger te horen kreeg, als burgemeester beantwoordde 90% van de post op tijd. Zeg, dat is managementinformatie. Die 10% denkt, mijn post is niet beantwoord. Daar gaat het om. Door het schrijven van zo'n boek, het valt me op, er zijn heel veel politieke boeken. Excuus dat ik hem dan ook nog niet helemaal uit heb. Maar de politici gaan vaak helemaal terug naar hun jeugd. Verklaren van waar komt het politieke gedachtegoed vandaan. Maar ik vraag me ook af, als je zo'n boek schrijft, kom je dan ook tot nieuwe zelfinzichten? Jawel, want nou, en de politici gaan vaak terug naar jeugd. Ik heb echt een stap moeten zetten en mezelf ook moeten overtuigen. Ik wil geen boek schrijven wat een soort partijprogramma in ik-vorm is. Ik wil laten zien dat als ik het over onderwijs heb, waar D66 altijd, hè, onderwijs, dat bij mij ook heel persoonlijk te maken heeft met het feit dat ik een docente had, Nederlands, die een wat schuchter jongetje van 15 zag, die waar misschien meer in zat. En mij zei, jij moet bij het schooltoneel. Dan leer je voor jezelf op te komen. Dat is voor mij zo cruciaal geweest in niet alleen mijn onderwijscarrière, maar in mijn leven. Dat ik denk mensen dan makkelijker bedenken van, oh ja, dus daarom is hij ook gedreven bij zijn onderwerp. Maar dat is meer een kwestie van jezelf openstellen. Ja. Maar mijn vraag was, kom je zelf tot nieuwe inzichten? Dat je denkt, oh, zit dat eigenlijk zo? Nou, het deel wat ik beschrijf. Over de markt bijvoorbeeld. Ja, nee, natuurlijk. Het is niet zo dat ik ooit de politiek ben ingegaan met een vastomrand idee van zo moeten dingen. Ik merk bij mezelf een verandering. Ik schrijf in het boek bijvoorbeeld dat ik vroeger vond dat de overheid absoluut niet over de drempel mocht komen. Dus niet in iemands privéleven zich mocht roeren. Tot het moment dat ik als wethouder tienersmoeders tegenkwam waarvan ik dacht, ja, we hebben hier een kind wat kinderen aan het opvoeden is. Natuurlijk ligt er een gemeenschappelijke taak om hier wat te gaan doen. En zo probeer ik mezelf ook in standpunten waarvan ik denk, ja, oké, standpunt, maar is dat te gemakzuchtig? Wel een spiegel voor te houden, past dat nog? Nou, dat laat ik ook zien. En ik denk dat als je laat zien waarom je
in sommige dingen meer verzekerd ben en over de andere ben gaan twijfelen, dat het ook authentieker in ieder geval van mezelf overkomt. Even over de andere inzichten. En Jan Terlouw. Jan Terlouw heeft gezegd, de politiek laat alles over aan de markt, ook mijn partij. En dat moet anders en dat moet veel socialer. Daar heeft hij veel steun vanuit D66, uw partij, doorgekregen. Ik zie in uw boek ook inderdaad dat de markt niet meer alleen maar heilig is. Dat er ook meer... Kwam dat nou door Jan? Nee, want dat zei hij... Wanneer begon u te schrijven? 2 jaar geleden. Oh, ja. Niet 2 weken geleden, Wout. Dat schrijf je niet in 2 weken. Hij heeft het veel eerder gezegd. Ik heb ook nog een baan. Nee. Maar erkent u dat er wel heel veel... dat een deel van de onvrede die er nu is... ook wordt veroorzaakt door het feit... dat bijna vrijwel alle politieke partijen... het aan de markt hebben overgelaten? Eerlijk, ja. Nou, op zwart-wit ja, maar... Dan komt de nuance, want dat mag je van een D66 verwachten. Het zijn mensen die een komma nodig hebben om tot een punt te komen. Wat is de markt? De markt, laten we de zorg, het meest veel besproken punt. Wij hebben geen marktwerking. We hebben zwaar gereguleerde concurrentie. De overheid bepaalt ongeveer alles wat die verzekeraars mogen doen. En daarmee weten we de prijzen omlaag te drukken. Slaat het hier en daar door, bijvoorbeeld in management? Ja. Maar is dat iets wat die partijen verzinnen? Of is dat iets wat we maatschappelijk en politiek soms afdwingen? Maar misschien we moeten veel. Men bedenkt dat de politiek iets anders is dan de maatschappij. Ik zeg wel eens: dinsdag 2 uur, het vragenuurtje, is het meest dramatische als het gaat om bureaucratie en management. Want dan is het mevrouw de minister. Er is in Twente, Achterhoek, waar dan ook, iemand uit een verpleeghuisbed gevallen. Wat gaat de minister eraan doen om alle verpleeghuisbedden in Nederland daar beter te gaan beveiligen? En voor je het weet, heb je voor de zorg, het onderwijs, de politie of wie dan ook, weer een regel erbij. En neem je dus de verantwoordelijkheid van de mensen die daar staan, verplegers, agenten, docenten, neem je nog verder weg, zitten nog meer formulieren te doen. En dat is iets... wat de politiek doet, omdat wij maatschappelijk steeds minder ongeluk willen erkennen als iets wat bij het leven hoort. Natuurlijk, als iets echt fout gaat, moet de overheid er zijn. Maar de overheid kan niet alle ongeluk in de wereld voorkomen. Komt er ooit een einde aan de politici die dan bij de interruptiemicrofoon staan en zeggen, wij gaan dit oplossen, waardoor er nog steeds meer, want dat staat ook in uw boek, steeds meer lijstjes bijkomen, steeds meer regels bijkomen, waardoor in een visieuze, akelige cirkel terechtkomt. Nou, dat klopt, maar de maakbaarheid van zaken is beperkt. In de jaren 70, 80 werd de progressieve kant wel eens verweten dat ze alles rond de sociale vraagstukken maakbaar maken. Nu zie je dat de rechterkant van het spectrum dat heel erg doet op veiligheid. Als we alle privacy inleveren, dan worden we veilig. De grenzen dicht, dan zijn we veilig. No way, no way. Maar wij zelf Nederlanders zijn een land, zeg ik wel eens, van zegeltjes en regeltjes. Als wij op zaterdag bedenken dat we onze boom in de tuin willen omkappen, dan willen we dat op zaterdag kunnen doen. Maar als de buurman het doet, dan willen we tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens om hem daarin te testen. Dus ik zeg altijd, politici, ja, daar kan ik kritiek op hebben, maar dan zullen we het ook zien als iets wat we kennelijk maatschappelijk ook weer een beetje moeten terugduwen. Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat met bepaalde keuzes de politici zoveel uit handen hebben gegeven. En daarna inderdaad weer krampachtig die controle proberen terug te krijgen. Laten we nou wat vorige week, wat mij heel erg trof als voorbeeld. De politiek heeft besloten dat ouderen veel langer thuis moeten wonen. Veel langer. Dat geeft al. Ik ga niet op alles gedonder dat geeft in. Ja. Het gaat wel om dat toen een zorgverzekeraar op tv ging beweren. Sorry mensen, maar dat wordt ons veel te duur. Ja. Nee, maar dan zit je toch als gewone burger van dit land is gek. Nee, maar een zorgverzekeraar. Even, het algemene beeld. Ja. De politiek heeft besloten dat mensen langer thuis moeten ja, wonen. Ja, zeker. Nee. Nou even terug. Mijn overgrootmoeder, mijn grootmoeder. 6 op een zaal. Wat mocht je meenemen? Iets voor aan de muur. Soms een eigen stoel. En de foto's op het nachtkastje. 6 op een zaal. Ik zie ze allebei daar nog de laatste jaren zitten, liggen. Veel te vroeg. Want ze hadden allemaal nog, ze waren nog niet zo hulpbehoevend dat er niks anders kon. Dat accepteert deze generatie niet meer. Dat accepteert de volgende generatie al helemaal niet meer. Dus wat zie je nu in de verpleeghuizen? Daar zitten de mensen die echt
heel veel zorg nodig hebben. Demente mensen. Daarom moeten we daar dus nu ook gaan bedenken. Dat kan niet met één iemand die er 16 s'nachts in de gaten moet houden. Dat moet anders. Maar het thuiswonen, ik zie het bij mijn eigen moeder, ik zie het bij mensen in mijn omgeving, kan dus veel humaner en voor mensen die van zelfstandigheid houden veel langer, mits we dat ook goed faciliteren. Als we als kinderen, buren, niet allemaal denken, er zit iemand van 83 en ach... Laat maar zitten. Laat maar zitten. Hè? Je rijdt je supermarkt, buurvrouw, zal ik even de flessen en de nette sinaasappelen meenemen? Dat is iets wat de overheid niet alleen kan doen. Dus het is niet de overheid die... Maar over die zorgverzekeraar die met zo'n boodschap komt. Ze zijn er toen mee akkoord gegaan dat het zo werd verdeeld de kosten. En nu blijkt dat het veel geld kost, roepen ze. Ja, hey. Ja, maar dan pakken we die zorgverzekeraar toch weer aan. Laten we nou niet doen alsof we onmondige mensen zijn. Alleen de valse romantiek die nu bijvoorbeeld rond zo'n nieuw idee als een zorgfonds... Zorgfonds, zegt collega Roemer. Dat is wat we hadden. Dat was tweedeling, namelijk ziekenfonds en particulier. Nou, ik wil niet naar tweedeling, dat afhankelijk van je portemonnee, je wel of niet in die met z'n zessen ligt. Dat is natuurlijk niet het zorgfonds. Ja, nu nee, voor we de hele techniek nee, duiken, maar jawel, dat stelt hij niet voor. Jawel, hij stelt voor, hij kon het alleen nog niet doorrekenen en daar zit ook de hele zwakte. Hij stelt voor, weer een fonds, de overheid. Nou, als de overheid dat soort zaken doet, kijk ook naar het buitenland, is het overal het algemeen en duurder en vooral bureaucratischer. En je hebt tweedeling en je hebt wachtlijsten. Bedenk nog de jaren 90. Els Borst wordt veel geroemd, maar het was dat ze miljarden bij Gerrit Zalmbis los te halen. Want wat gebeurde er? In september, soms in oktober, dan waren de knieoperaties op en dan moesten we tot januari wachten of je moest naar Londen toe. Dus ik wil graag met mensen praten over zorg. Maar zullen we het dan niet over systemen en stelsels hebben, maar zullen we dan gewoon zeggen, ja, langdurig zieken. Idioot dat hij eigenlijk €385 eigen risico betaalt als dat in januari al op is. Het is bedoeld om mensen zoals ik en wij om die enigszins bewust te maken van de kosten. Wat moet er dan gebeuren? Nou, dat heb ik Roemer ook aangeboden. Ik zeg, Roemer, laten we samenwerken. Hebben we vaker gedaan als D66. Maar wat dan? Nou, zorgen dat bijvoorbeeld dat we zeggen, nou, voor mensen die daar geen... waar dat geen remmende chronisch werking zieken. Is, chronisch zieken en gehandicapten, gaan we anders met dat eigen risico om. Prima, maar dan heb je het over een betaalbaar bedrag in plaats van een miljardenoperatie met de gevaren van tweedeling en wachtlijsten. Okay. Ik heb nog wel een vraag, ik heb het boek dan niet gelezen, maar ik heb de kaft. Staan die flessen er voor net zoals die kaarsjes, ja. Of is dat ook... Nee, wat wil je? Nou, een glaasje rood, een beetje flude roche. Ik dacht, ja... Nee, dan kan ik mijn vraag ook wat langer inleiden. Ik heb namelijk wel de kaft heel goed bestudeerd. Ik kreeg ook telkens allemaal uitnodiging voor de boekpresentatie. En die foto intrigeerde mij. Oh. Heb je die zelf uitgezocht? Want wat, ja... Nou, hij is voor... De achtergrond is het schuurtje thuis. Maar het was meer de blik. Het was meer de blik. Oh, de blik. Nee, ik hoef geen wit. Geen mevrouw de Zoete, weet u hoe dat werkt? Dan gaat er zo'n foto en toen zeiden ze, ja, optimist, dat moet een ongelofelijke blij... Ik zeg maar, niet zo'n blije gek foto. Ik bedoel, de type is optimistisch. Laat het maar een man zijn met twinkeling in zijn oogjes. Een beetje slaapkamerogen. Ja. Nou, mevrouw van Scherpenburg. Het is pas 3:00. Tijd, ja, nog geen tijd om naar bed te gaan. We hebben nog... Dat zeiden ze altijd van Ed Nijpels, hè? Ja. We hebben nog... Ver geschopt. We hebben nog een ander onderwerp, wat jou heel na aan het hart ligt. Dat zijn, we hebben daar ook foto's van. De nieuwkomers die de Kamer in willen. Oh jee. Kijk, daar op de vleugel. Is het een test of ik ze allemaal ken? Ik weet niet. Thierry Baudet en twee Janne. Theatergezelschap is het. Ja, ik las laatst, een jaar geleden, zouden ze kandidaat zijn geweest voor Expeditie Robinson. Ja. Dus, zij willen de Kamer in. We kunnen we met z'n allen wel om lachen, maar het is toch... Eigenlijk is het dramatisch, of niet? Of gaan zij een nieuw soort democratie vertegenwoordigen? Ik was er net terughoudend als het gaat om moeten media aan Wilders. Want dat hebben jullie allebei terecht. Natuurlijk moet er aandacht zijn. En als het zo absurd is, en dan mag je mij ook vragen om een mening. Maar moeten we hier allemaal aandacht aan besteden? Ik bedoel, ik kan het niet bijhouden met het tempo. Ik weet bij God niet of mensen er überhaupt op gaan stemmen. En als je het überhaupt overweegt... Nou ja, jongens, kom.
Die ene wilde eerst bij 50 plus en nu wil die een stemkaartje zijn. Jan Dijkgraaf. Die man heeft verdorie 8 jaar geleden mijn vuilnisbak leeggejat en de kindertekeningen van mijn kinderen in een roddelblad gezet. Dat is waar, ja. Ja, dus die, als ik hem tegenkom, nou... Wordt gezegd, wat? Ja, wat dan? Wat dan? Bam? Nou, dan zal ik hem nog eens een kindertekening laten zien van heel dichtbij. Ik ben het er wel mee. Natuurlijk ben ik het helemaal mee eens. Dit zijn echt alle drie paljassen en wat moet je mee? Maar aan de andere kant denk ik ook, ze staan wel voor iets in al hun onbeholpenheid, in al hun zelfoverschatting. Blijkbaar denken ze dat er op rechts, want ze zijn allemaal natuurlijk rechts georiënteerd, al heeft die linksboven geen mening naar eigen zeggen. Een levend stemkastje. Ja, dat is een robot die je op afstand kunt bedienen. Maar... blijkbaar voelen zij wel dat er iets te halen valt op rechts. En dat staat toch voor iets? Of... Ja, van de andere kant, Denk zit op links en Monash zit op links. Monash denkt dat hij links is, maar volgens mij is Monash niet... Monash zit ook op rechts. Rechts en links is het uit van Joop den Uyl en Hans Wiegel. Ja. En dat herken ik in heel veel dingen. Dat ik denk, nou, dat is conservatief, waar moet ik je nou weer plaatsen? Nee. Ik ben het met je eens, maar het heeft er ook mee te maken dat kennelijk de politiek, hoezeer we er ook allemaal tegenaan kijken, voor sommige mensen een soort idee is, daar kan ik mijn ideeën en mijn dingen in kwijt. En ja, ex-bankiers die failliet zijn gegaan, maar het risico bestaat wel, kijk, ik hoop niet dat zij... Je hebt er een column over geschreven. Ja, nee, kijk, het risico bestaat wel dat zij allemaal, risico misschien verkeerd wordt, dat ze allemaal een zeteltje pakken. Nee, weet je wat het mooiste zou zijn? Je hebt 60.000 kiezers nodig voor één zetel. Als er nou 4, 5, 6, 7 van die partijen zijn die dat allemaal net niet halen, wat mijn inschatting is, dat worden allemaal restzetels. Ja. Maar voor hetzelfde geld pakken ze wel een zetel. Moeten we niet langzaam naar een kiesdrempel of zo? Om eindelijk... Roepen ze in de zaal. Ja! Of is dat niet chic voor de collega's van de SGP? D66 ooit met 1 zetel of 2. Een van de slachtoffers zal dan misschien de SGP worden. Nou, die kan fuseren met de ChristenUnie. Dat zou kunnen, ja. Maar, ik snap je punt. En ik zou in een bredere heroverweging van hoe gaan we met regionale spreiding, kiesstelsels om, zou ik het best als idee erin willen zetten. Daar ben ik niet tegen. Maar, als je ziet... dat er dus kennelijk onrust is. En dat heeft zich ooit, D66 was er een exponent van. Er zijn vele partijen gekomen en gegaan. Als je de onrust weg probeert te duwen door de drempel hoog te houden, zal de onrust feller worden. Ik vind, de dames zullen het waarschijnlijk nu op gaan nemen in een verkiezingsprogramma, ik vind de komst van de Partij voor de Dieren een signaal aan andere partijen dat we thema's lieten liggen. En dus mogen dat soort signalen van mij best... de drempel op een manier kunnen raken waardoor je denkt, oké, gevestigde politiek, bedenk even wat hiervan het signaal is. Maar het gaat niet. Kun je dat ook zeggen van 50 plus? Wat fijn. Al vind ik het wel heel bijzonder dat iemand de pensioenpremies van zijn eigen medewerkers niet betaalde. Het is een beetje alsof Marjan Tiem op zaterdag ponies mishandelde. Ja, maar... Maar u doet sorry, Henkel. U doet er best wel schamperend over die partij, maar ze staan toch consequent op 10 zetels in de peilingen. Maar verwijt een columnist goed geïnformeerd nou dat ik er schamp over doe? Ja, mag ik gewoon eens zeggen dat uit ieder onderzoek blijkt dat er, als je nu kijkt naar de welvaart onder ouderen, gemiddeld genomen, maar ook in absolute cijfers, dat ongelooflijk veel... minder een probleem is dan onder jongeren. Ja. En dat maar meneer Pechtold, ik val er even erin. Dat Henk Krol... Ze zijn allemaal met oudere mensen hier, geloof ik, nu te klappen. Nee, maar ik zat te denken en ik denk, nou, het is gevaarlijk, maar ik durf het. Maar de feiten zijn dat met name ouderen, als het in inkomen gaat, het ongelooflijk veel rustiger hebben dan wat jongeren nu allemaal aan rechten en plichten wordt ontnomen. En dat Henk Krol met een enigszins zalvende stem inspeelt op terechte gevoelens, ja, daar kan ik niet helemaal kwalijk nemen. Alleen de feiten zijn anders. Nee, maar het gaat mij erom, u zei, met de Partij van de Dieren gingen de andere partijen zich ook meer focussen op wat daar meer zou moeten gebeuren. En ik merk toch werkelijk ook, omdat het natuurlijk een machtig kiezersblok inmiddels is, die ouderen, hè, want Nederland bestaat voor het grootste gedeelte nu uit ouderen, dat...
Ja, jullie zijn de meerderheid. Ik ook trouwens. Maar, ik ben ook 50 plus. Volgende week zelfs 51. Wauw. Maar dat betekent dus dat je ziet ook dat andere partijen toch meer aandacht ervoor hebben, voor dit thema. Nou ja, hebben in de zin van er niet... laat ik kijken voor mijn eigen partij. Ik loop er niet achteraan, maar ik pak andere interessante vraagstukken rond hetzelfde thema op. Bijvoorbeeld de pensioenfondsen. We hebben 1200 miljard euro gezamenlijk in pensioenfondsen. En mijn partij zegt, waar wordt dat aan besteed? Waar wordt dat in belegd? Hoe zorgen we dat dat generatieneutraal een beetje eerlijk wordt uitgespreid, zowel in de inleg als in de uitkering? En waarom zitten er eigenlijk geen normale bestuurders? Waarom zitten er alleen maar vakbonden en werkgevers in die fondsen? Als je nou over democratisering hebt, dan heb ik het niet alleen over referendum en burgemeesters. Dan vind ik dit ongelooflijk veel belangrijker, dat wij veel meer invloed hebben op wat doen die pensioenfondsen. Want anders gaat de solidariteit bij een volgende generatie weg en die denkt, ja dag, ik ga daar een beetje inleggen, ik ga het zelf wel regelen. En dat zou ik willen voorkomen. Dus dan praat ik ook over pensioenen, alleen ik vind op een wat constructievere manier dan de AOW moet omhoog. Goed. Maar als iemand zingt, blijf van mijn pensioen af, dat is een duidelijke boodschap die kennelijk aanslaat. Is dat niet voor, ik noem het dan toch maar even beroepspolitici, maar frustrerend dat dus eigenlijk de feitelijke onderbouwingen, dat daar weinig weerklank meer voor is. Nee, maar Bill Clinton zei, ik meen al 20 jaar geleden, we leven in een tijd van fact-free politics. En dat, ja, dat stel ik wel vast. Dat feiten, kijk hoe Trump is gekozen, dat feiten, kijk naar de mensen die zich bij Brexit niet realiseerden wat dat allemaal voor gevolgen had. Ja, het enige wat ik er tegenover kan blijven zetten is feiten. En ja, dan scroll die zong toch met Ben Kramer. Ja. Blijf van mijn poen af. Ja. Wat was ook alweer het vorige hit van Ben Kramer? Het is maar een clown. Oh ja. Ja. Daar is over nagedacht. Nou, dat mag. Maar we hebben het over muziek en ik vind het de hoogste tijd voor Mark de Koning met zijn lied. Dankjewel, Wouter. Ik ga een liedje zingen wat akelig aansluit op de laatste woorden die hier over de tafel zijn gegaan. En dat gaat inderdaad ook, dit lied is geïnspireerd door toen ik Henk Krol weer eens hoorde zeggen dat ouderen, bijna alle ouderen, dus zeker ik ook, het toch wel heel erg moeilijk hebben vandaag de dag. En toen dacht ik, dan ga ik toch eens een liedje schrijven over mijn geboortejaar. En dat is 1946, dat zou je niet zeggen. Maar daar is het wel, 1946. 1946, het jaar dat ik ben geboren. De oorlog net voorbij, Nederland nog aan de grond. Je was als boreling warempel uitverkoren. Als je wieg in 46 in Holland stond. Je was een soort van voorbestemd om gratis mee te liften. Met de vooruitgang die tot in de hemel stijgen zou. Je leven werd een eindeloze reeks van gulle giften. Ongeacht de vraag of je die eigenlijk wel wou. Met onwaarschijnlijke precisie kwamen die geschenken mij op het juiste ogenblik te hulp, keer op keer. Zodanig dat de loop der dingen mij wel eens deed denken. Het lijkt of ik persoonlijk de geschiedenis dicteer. Ik ben een prins, het is niet te geloven. Van mijn eerste levensdagen tot nu in mijn pensioen kreeg ik alles altijd zomaar toegeschoven. Ik heb er van mijn leven nooit veel voor hoeven doen. Zo kon meneer Pastoor mij als dreumes nog bedreigen. Met hel en met verdoemenis als ik slechte dingen dacht. Maar net toen ik als kind daar last van leek te zullen krijgen, begon de leegloop van de kerk te vreten aan haar macht. Zoiets is even later ook mijn ouders overkomen. Precies toen ik genoeg kreeg van hun ouderlijk gezag, is dat hun in de 60s revolutie afgenomen. En hoefde ik niet zelf meer met mijn ouders in de slag.
En toen mijn vriendinnetje en ik elkaar ontmaagden zouden, zij zei ik durf niet omdat ik niet zwanger worden wil. Maar net toen ik bedacht dat ik me niet meer in kon houden, was daar het nieuwste wonder van de wetenschap, de pil. Ik ben een prins, het is niet te geloven. Van mijn eerste levensdagen tot nu in mijn pensioen kreeg ik alles altijd zomaar toegeschoven. Ik heb er van mijn leven nooit veel voor hoeven doen. En toen ik aan de universiteit wou gaan studeren, maar men daar bij ons thuis helaas de centen niet voor had, ging net het Rijk op grote schaal studenten subsidiëren en had ik met een dikke beurs in ene centen zat. Mijn carrière heeft daarna een hoge vlucht genomen. Niet dat ik ooit op aanzien uit geweest ben of op poen. Je kon in onze conjunctuur niet aan succes ontkomen, al had je daar ook nog zozeer je best voor willen doen. En toen niet lang geleden nog mijn baan mij ging vervelen, maar ik nog veel te jong was om al met de fut te gaan, kreeg ik een gouden handdruk mee om buiten te gaan spelen. Dat zou nu al niet meer kunnen, maar zo werd dat toen gedaan. Ik ben een prins, het is niet te geloven. Van mijn eerste levensdagen tot nu in mijn pensioen kreeg ik alles altijd zomaar toegeschoven. Ik heb er van mijn leven nooit veel voor hoeven doen. Ik ben nu 70 en word een kouwelijke opa. Maar een huisje kopen in Zuid-Frankrijk, dat is een hoop gedoe. En simsalabim, dat hoeft ook niet, want het zuiden van Europa komt met de global warming net op tijd weer naar mij toe. Zo niet aan het klimaat, dan zal de wereld gauw bezwijken. Aan het nucleaire terrorisme, want dat komt eraan. Maar ik zal wel dat lot weer op het nippertje ontwijken, door net nog aan de vooravond natuurlijk dood te gaan. En als ik dan ben overleden, mag ik zeker naar de hemel, waar mijn generatie blijkbaar recht op heeft. Daar kan ik eeuwig over denken, waarom onze aarde mijn lichting, die van 46, niet heeft overleefd. Ik ben een prins, het is niet te geloven. In mijn laatste levensdagen staat dit visioen, de wereld komt mijn generatie niet te boven. Wat heb ik daar nou van mijn leven? Daar nou van mijn leven. Daar nou van mijn leven. Helemaal aan willen doen. Dames en heren, we blijven in de sfeer van muziek. We gaan namelijk met Nicholas Mansfield. Hij is directeur van de reisopera. En die komt hier uit het oosten van het land. Zullen we eerst een klein stukje film laten zien van wat dat nou precies is, als we een indruk hebben? Ja. Ja, dat was heel kort. Heel kort. Ja, we zijn ook gekort in 2012, dus ja, dat klopt. Maar we hebben nog hele mooie foto's intussen achter staan. En mensen moeten zelf maar ook op Google gaan kijken om of een prachtige dingen jullie brengen. 5 sterren, hè? Recensies allemaal voor Ariadne of Naxos. Ja. Prachtige, prachtige opera. Jullie hebben opera gemaakt met de Universiteit Twente over de techniek. Ja. Hoe werkt dat idee? Hoe gaat dat?
het idee van opera maken? Ja. Nou, dat komt bij mij in ieder geval diep van binnen. Ik ben van kind af aan muzikant geweest. Ik begon viool te spelen toen ik 7 was, piano. Toen ik 13 was, ik kom uit een arm gezin. Ja, mijn ouders konden helemaal geen piano voor mij kopen. En op een zaterdagochtend kwam een man aan de deur van een plaatselijke muziekwinkel dat iemand een piano voor mij had gekocht en of hij het naar binnen mocht brengen. Dat zijn van die momenten in je leven dat je nooit vergeet. Wow. En daar, ja, achter dat ding ben ik mijn muzikale reis, heb ik mijn muzikale reis voortgezet. En dus ik heb als kind, is er echt in mij dat gevoel van het belang voor cultuur. En het belang van expressief kunnen zijn. En dat is door mijn leven eigenlijk alleen maar sterker geworden. En toen ik in 2013 een fantastische baan kreeg als directeur van een van Nederlands mooiste culturele instellingen. Ik vind het een vreselijk woord, instelling. Maar dat was echt een droom die waarheid werd. En ik geloof heel erg in dromen. En ik geloof nog steeds in het belang van cultuur. En het belang van verbinding. Voor elkaar zijn. Ik heb gisteren The Amazing Messiah mogen dirigeren in Carré. Daar kwamen 1400 mensen. En het begon, ik heb even met ze gerepeteerd vanaf 12:30. En het begon om 3:00. Maar vanaf 10:00 stonden mensen in de rij. En dat was een rij van de ingang van Carré tot aan het Amstel Hotel. En na afloop kwamen mensen helemaal betraand naar mij toe. Van wat is dit mooi geweest, dat we dit allemaal met elkaar gaan doen. Waarom vonden ze het zo mooi? Omdat je het met elkaar doet. Ja, sommige mensen vinden het prachtig omdat ze van muziek houden, van zingen houden. Dat ze door middel van zingen zeg maar, hun harten kunnen luchten. Maar ook vooral met elkaar. En ja, dat is geweldig om mee te maken. En ik vind in de tijden waar we nu in zitten, met al die problemen in de wereld, al die polarisatie en alles wat ik echt vreselijk vind, dat het belangrijker dan ooit is om een sterke culturele boodschap te hebben. Ja, en deze sterke... Ja. En deze sterke culturele... Wat? Leuk publiek heb je hier. Ja, volgens mij. Ja, hè? Ja. Dat is iedere keer dat is niet overal zo, namelijk. Nee. Maar dat even tussendoor, sorry. Maar Nicolas, dit culturele geluid komt uit het oosten van het land, hè? Dit komt wel uit Enschede. Ja, er zijn natuurlijk heel veel instellingen door het hele land die hetzelfde gevoel hebben. Maar laten we even één ding heel erg duidelijk maken. In de kortingen van Rutte 1 is de reisopper met meer dan 60% gekort. Meer dan 60%. Wij hadden vroeger een bedrijf van bijna 100 man. Wij doen het nu met 15 man. Jezus. Ja? Dus ik ben ongelooflijk trots op de mensen die dat voor ons doen. Maar ik merk ook in Den Haag dat er te weinig politici zijn die cultuur hoog op de agenda hebben. En meneer Pechtold is ook cultuurwoordvoerder voor zijn partij. Ik ga even eerlijk zeggen, als ik een mail krijg ik geen antwoord. Behalve bedankt voor uw mail. Dus... ik krijg straks zijn mobiele telefoon. Zo. Weet u wat de cultuursector, want ik met heel veel plezier ben ik woordvoerder namens mijn partij. En we hebben heel veel van de bezuinigingen teruggedraaid die CDA, VVD en PVV hebben gedaan. Ja. Maar de cultuursector zou zich wat meer moeten verenigen. Want ik krijg niet één mail, ik krijg honderden mails uit de cultuursector. En het ergste is dat ze elkaar niks gunnen. Als ik wat voor de theaters doe, dan staat de filmlobby. Ja. Als de filmlobby, dan staan de podia en ga zo maar door. Ja, dat is, ik ben daar volstrekt mee eens. En ik heb maar een mail van de Nederlandse reisoperaat Enschede, meneer Pechtold, die moet gewoon beantwoord worden. Zeker. En ik zag al op Twitter dat hij had aangekondigd deze week dat als mensen leuke vragen voor mij hadden, omdat we hier samen zaten. Dus ik vond het zeer nauwgezet. Ik heb een vraag van Jozan Meijers, gedeputeerde van Gelderland. Ja. Die vroeg mij of meneer Pechtold ermee eens is dat cultuur in Oost-Nederland goed is voor BV Nederland. En of er niet meer geld naartoe moet. Want het geld gaat nu allemaal de Randstad. Nou, om een voorbeeld te geven. De Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Dat zijn overigens hele goede collega's. Dus ik gun ze het dubbele. Maar de opera daar krijgt 24 miljoen euro per jaar. En het ballet krijgt volgens mij ongeveer 10 miljoen euro per jaar. En dat is geheel terecht. Ik vind ook dat de hoofdstad van een land... En hoeveel krijgen jullie? 3,5. 3,5? Ah, jongens, we gaan echt een protestactie beginnen, hè? Dit. En ik vind vooral... Kijk...
Wat dan ook heel erg is, als je over 2 jaar achter elkaar hoor ik in een commissievergadering over het onderwerp, hoor ik Jet Bussemaker, de minister, roepen: ja, maar in het oosten zijn de zalen ook helemaal niet vol. Nee. Mensen komen daar helemaal niet. Mevrouw Bussemaker heeft in de Kamer 2 weken geleden gezegd dat de premières van de Nederlandse reisop in Enschede vaak half leeg zijn. Dat is die uitspraak is niet op de waarheid gebaseerd. En ik heb haar ministerie gelijk laten weten dat ons bezettingspercentage sinds 2015 voor de premières in Enschede 93% is. 93%, mevrouw Bussemaker? Ja. Dat weet ze allemaal. Maar nou komt u met een mooi verhaal over verbinding en het gaat weer over de centen. Ja, maar zonder centen kun je niet verbinden. Ja. Dat weet ik. Is dat zo? Nee, maar ik vind... 3,5 miljoen. Met alle respect, ik vind het... Je weet... Want ik heb de afgelopen jaren alles gedaan om die bezuinigingen terug te draaien. Met 10 miljoen, met bedragen die op de Rijksbegroting nauwelijks... En dat was met veel gedoe. Maar Wauke, ik stoor me aan het Calimero-effect wat jij voor de regio neerzet. Want dat is absoluut niet hoe er in Den Haag tegenaan wordt gekeken. Zoek de quote van Bussemaker op. Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor Bussemaker. Natuurlijk. Het was een minister die met dezelfde portemonnee, namelijk niet meer geld dan haar voorganger, dit heeft gedaan. Maar ik vind het gemak waarmee we zeggen, en kijk eens wat er gebeurd is. Het CDA loopt nu vooral hier in deze regio te roepen dat er zo ongelooflijk regionaal niet gekeken wordt. Het was verdorie het CDA wat 200 miljoen met de PVV bezuinigd heeft op cultuur. En dan vind ik het krokodillentranen. Dan zeg ik, een volgend kabinet moet er inderdaad veel geld bij gaan doen. We moeten goed kijken naar regionale spreiding. Maar we moeten niet tussen Randstad en regio een oneigenlijke tegenstelling creëren. Want het gaat niet om Randstad en regio. Het zijn stedelijke centra, zoals Groningen, zoals Enschede, zoals Maastricht, zoals Eindhoven, waar de culturele uitingen zijn. En daar gaat wel degelijk geld naartoe. En dus als we, en dat bedoel ik ook, en ik ben blij, want we zijn het vaak eens, bundel die krachten, overtuig Den Haag daarmee. En dat Bussemaker zo nu en dan een idiote uitspraak doet, prima, maar laten we daar naar kijken, naar waar het wel om gaat. Ja, wij gaan ook de krachten bundelen, want ik ben volstrekt met de heer Pechtold eens dat we hebben een systeem in Nederland gecreëerd waar alle instellingen om hetzelfde potje geld vechten. Dus wij doen heel erg collegaal en aardig tegen elkaar, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan hebben wij liever het geld van een ander. Dat zegt veel over het systeem die wij gecreëerd hebben, waar ik vind dat men goed naar moet kijken. Maar dat zegt ook heel veel het over... Het systeem moet anders? Ja, misschien wel. Ja. Ik weet niet hoe. Dus zover kan ik er niet over praten. Maar het ligt ook aan de mentaliteit van de kunstenaars zelf. Het ligt ook aan de artiesten. Het ligt ook aan het gebrek aan een gezamenlijk gevoel voor het belang van wat wij doen. Want de kern, de kloppend hart van een cultuurmaker, en dit meen ik, sluit op, is dat wat hij doet belangrijker is dan wie hij is. Dat vind ik heel erg essentieel. Ik geloof dat wij nog een stukje film hebben met muziek. Is het niet, Boudewijn, van de Reisopera? Nee? Nou, dat is duidelijk. Dan doen we dit live. Ja, we kunnen het allemaal gaan zingen. Maar mag, als ik even mag. Ja, zeker. Het systeem is natuurlijk ook... het systeem is nu helemaal hoe het is. En hoef niet alleen meneer Pechtold aan te kijken. Juist niet, volgens mij in dit geval. Als ik kijk naar... Ik ben een schrijver, ik schrijf romans. Maar er zijn schrijvers die het echt alleen van beurzen moeten hebben. Ja. Er zijn schrijvers die daar... Die gaan anders kijken, die gaan anders denken. Die gaan niet alleen maar kijken naar een subsidiepot of die wel of niet is. Die gaan kijken in de samenleving. Zijn er particulieren, zijn er ondernemers die ons een warm hart toedragen en willen die meedoen? Zouden jullie niet ook misschien iets creatiever moeten denken? Zeker. We hebben 2 weken geleden voor de eerste grote sponsoravond gehad in Den Haag, in Sociëteit de Witte. Daar hebben we veel mensen uitgenodigd. Er kwamen meer dan 55 mensen zijn geweest. Een mooi diner. Daar komt geld uit, daar komt liefde uit, daar komt verbinding uit. Wij gaan in de toekomst ook verbindingen aan met andere instellingen. Dus we gaan kijken hoe wij in de toekomst dingen kunnen delen met het Wilming Theater in Enschede. Want als zij iets hebben waar wij ons bij aan kunnen sluiten en wij daarmee efficiënter kunnen worden, ben ik helemaal mee eens. Maar wij moeten niet gaan doen alsof cultuur in Nederland zelfvoorzienend kan zijn. De opera zal nooit zijn eigen broek kunnen ophouden. Dat is gewoon inherent aan een hele dure kunstvorm. En dan is het aan de beleidsmakers om te zeggen, willen we het of willen we het niet? En als ze zeggen, we willen het niet, dan is het in ieder geval hartstikke duidelijk. En dan kunnen we allemaal iets anders gaan doen met ons leven. Maar het hebben van voldoende geld om niet dood te gaan en onvoldoende geld om te leven, dat is heel erg tijdelijk. En daar zitten jullie nu? Ja.
daar zit. Vertel even om dit gedeelte van de show blij af te ronden. Ariadne of Naxos, dat is een krankzinnig succes, hè? Ja, krankzinnig. Trekt hij nog door het land of niet? Nee, het is afgelopen. Het is een prachtige opera. Best wel een risico om te programmeren. Overal 5 sterren, hè? Ja. Bijna overal 5 sterren. Hoewel ik ben natuurlijk altijd erg blij dat we mooie recensies krijgen, want dat heeft een invloed op het publiek. Er komen meer mensen vaak als je goede recensies hebt. Een prachtige opera, prachtige beelden, prachtige zangers. En ja, wat moet ik zeggen? Wat mij opviel eraan, ik ben dus totaal geen operakenner. Hè? Ik bedoel, ik luister naar muziek ervan en ik vind het of prachtig of ik vind het niks. En daar houdt het mee op. Maar wat me opviel, dat voor mijn gevoel liep daar traditioneel opera met heel erg modern. Ja. Vormgegeven door elkaar. Dat vond ik echt fascinerend. Ik vraag als ik een opdracht geef van een regisseur, aan een regisseur of een ontwerper, ik vraag ze altijd om te komen met een concept die het makkelijk en eenvoudig maakt voor de toeschouwer om geraakt te zijn. Want ik heb eigenlijk maar één prioriteit. En dat is om het publiek te raken. Om publiek te raken. Ik vind dat het is essentieel. En dat zou eigenlijk ook de prioriteit moeten zijn van de politiek. Om niet bezig te zijn met hun eigen bedrijf, maar de mensen waar het om gaat. Dus in die zin zie ik wel parallellen. Is bij opera niet moeilijk dat je een heel bepaald publiek... Ik bedoel, zonder nou weer gelijk in een hele frame van elites mee te gaan, is het natuurlijk een vrij... Interessant, hè? Zijn er, denk ik, het publiek... Hoger opgeleide, ik maakte gisteren, ik maakte gisteren iets bijzonders mee. Want ik had de eerste Amazing Messiah in Carré. Hartstikke gewone mensen. In spijkerbroeken. Ze zongen ook erg vals hier en daar. Ja, klopt, ja. Maar ik had ze ook tegen ze verteld dat ze niet hoefden te kunnen zingen. Dus daarom mag jij volgend jaar ook weer meedoen. Ja. En s'avonds ging ik naar het Nationale Ballet. Naar de première van Compelia. En dan kom je in één dag kom je 2 totaal verschillende... publieksgroepen bij. Dat zie je op 1 dag. En wat ik mijn conclusie daaruit is, ik heb een hekel aan het bashen van de elite. Als iemand €250 uit wil geven, wat het Nationaal Ballet niet kost hoor, maar in Londen wel. Als iemand €250 uit wil geven om een avond opera te zien, wie ben ik om te zeggen dat dat niet deugt? Dat vind ik schandalig. Tegelijkertijd vind ik dat wij een plicht hebben om cultuur, in mijn geval opera, toegankelijk te maken voor iedereen. Voor iedereen. Dus het is niet of voor de gewone man of voor de elite. Het is en. Want cultuur is voor iedereen. Okay. Dit lijkt me een mooi slot van deze, van deze eerste ronde. Goed, dames en heren, we gaan weer beginnen. We gaan weer beginnen. Het is een beetje vollere tafel. Alexander Pechtold zou eigenlijk om 4 uur weer vertrekken. Maar die vindt het hier zo ongelooflijk gezellig. Die blijft. Geschoven is ook onze Nel Schellekens. Ik ben haar grootste fan, ik zweer het je. Ik vind haar echt amazing. Maar we beginnen met Eus. Zo mag ik hem doen, hè? Ja, jij wel. Want hij moet zometeen weg, want hij heeft een privéomstandigheid waardoor hij echt heel snel moet vertrekken. Dus koop vooral zijn boek, maar het valt niet te tekenen. Over 2 jaar. Nou, ik heb net jouw boek ook zitten tekenen. Ja, precies. Waarom? Meneer Pechtold gaat ze tekenen, mijn boek. Die staat hier nog tot 6 uur. Goed. Eus, dit is het boek. Ja. Turis, zeg even kort wat het over gaat. Jezus, kort waar het over gaat. Jezus, het gaat over Jezus? Nee, het gaat niet over Jezus. Nee, maar ja, het is een roman waarin iemand op zoek gaat naar zijn vader. Alle verhalen die er zijn over zijn vader, of die wel of niet echt zijn. En bij dat onderzoek ontdekt hij meer over zichzelf dan over zijn vader eigenlijk. En gaat het over jouw vader? Tussen licht autobiografisch, ja. Jouw eerste boek was ook licht autobiografisch. Ja. Heb jij ook nog oma's en tantes en zo waarover je nog moet schrijven? Ja. ik ga meteen het boek zo parkeren. Ik ga je iets anders vertellen wat ik nu aan het doen ben. Ja, dat klopt. Inderdaad, ik heb 2 autobiografische boeken geschreven. Maar dat was puur... Het genre dat ik hanteer is de literaire roman en een ellendige jeugd is een goudmijn voor de schrijver. Dus waarom zou ik dat laten liggen? En ik snap ook wel dat je daarover begint, maar goed, ik heb dat meteen hiermee getackled. Maar ik bedoel dat totaal niet denigrerend. Nee. Alleen, maar wat moet je nog verder nu? Ja, maar dat ga ik nu uitleggen. Daarom kwam ik ook op dit punt.
Ik ben nu bezig met een televisieprogramma voor de NTR en NPO 2. Vijf delen gaat dat worden. En dan ga ik in Turkije inderdaad langs bij al die ooms en tantes en neven en nichten. Echt waar? Ja. Wat gaaf. Dat is voor op de zondagavond om 7:15. Nee, maar even serieus. Dat is het rijtje. Dan zit je in het rijtje van de door mij ongelooflijk geliefde tv-series van Langs de grens. Het ware Frankrijk. Dus iedere keer, dus dat je daar in internet gekomen, je hebt het niet slecht gedaan, jongen. Ik ben nergens ingekomen, zij kwamen bij mij. Nee. Ik heb helemaal geen ambities, namelijk op televisie had ik niet. Maar er kwam een producer met het idee van, hey, moeten wij dit niet gaan doen? En het idee hierachter is niet, dat het wordt geen ego-document. Mijn ouders komen uit een heel primitief dorpje, letterlijk top van een berg, Turkije. En die zijn later door urbanisatie, door armoede, zijn zij uitgeweierd. Zowel in Turkije als in Europa, zoals mijn ouders. Ze zijn allemaal op verschillende plekken terechtgekomen. En ik ga mij in die serie beperken tot de familie die in Turkije in verschillende provincies en steden is terechtgekomen. Het gaat dus over het zuiden, over het westen, over het oosten. Het gaat overal, echt, zijn overal. En ik ga aan de hand van hun persoonlijke verhaal, maar ik ken ze namelijk ook niet. Dus dat wordt het leuke van deze serie. Ik ken ze ook niet. Ik ga aan de hand van hun persoonlijke verhalen een beeld schetsen van de gewone man in Turkije. Dus de research is natuurlijk nu al begonnen. Er zijn twee mensen fulltime mijn familie aan het onderzoeken. En dan zie je dat eentje is bijvoorbeeld chirurg geworden in Istanbul. Maar de andere is gewoon veehouder nog steeds in Sivas, waar mijn ouders vandaan komen. Maar aan de hand van al hun verhalen, en dan gaan we natuurlijk dan ook politiek maken een beetje. Van ja, hoe beleven zij alles wat er in Turkije gebeurt? Hoe kijken zij er tegenaan? En dan gaan we van dorp, middelgrote stad tot metropool gaan we kijken hoe Turkije eruit ziet. En wat ik vooral met die serie wil doen, is niet alleen mijn eigen familie leren kennen, maar ook een beeld schetsen van Turkije, hoe dat is op dit moment. Want wij hebben hier allemaal wel een mening over Turkije. Hoe kijken wij in jouw visie er tegenaan als Nederlands op dit moment? Nou, wat mij wel afgelopen zomer gestoord heeft, is dat er blijkbaar een idee leeft in de samenleving dat Turkije een heel homogeen land is. En dat de Turkse samenleving hier in Nederland ook heel erg homogeen is. Terwijl dat helemaal niet het geval is. En ik ondervind dat zelf. Jij bedoelt met die steun voor Erdogan? Ja. Mijn ouders die vormen een minderheid in Turkije. Zowel een religieuze minderheid als uiteindelijk ook een culturele minderheid. Dus dat zit allemaal veel ingewikkelder in elkaar dan wij, denk ik. Nu is dat inmiddels wel duidelijker geworden, maar dan wij tot voor kort dachten. En aan de hand van deze portretten van die familieleden van mij, ga ik dat laten zien, hoe dat er dan in de praktijk uitziet. En hoop ik zowel een beeld te schetsen van het land als iets meer te vertellen van mijn achtergrond. Dus in die zin heeft het meerdere lagen. Zitten al die mensen op die verre neef te wachten uit Nederland? Die daar Nee, dat kan ik ook wel meteen zeggen. Want wat bleek, een nicht bijvoorbeeld, die werkt bij het ministerie dat verantwoordelijk is voor eventuele toetreding van Turkije. Maar ja, hoewel zij allerlei particuliere opvattingen heeft over wat er aan de gang is daar, mag zij dat niet zeggen in het openbaar, omdat ze weet, dan ben ik mijn baan kwijt. Dan weet ze hoe ik er werkelijk over denk. Dus dat is ook wel waar ik tegenaan loop nu. En dat geldt even goed voor iemand die in een ziekenhuis een chirurg is, een neef van mij. Ja, die denkt ook, ik werk hier voor een staatsziekenhuis. Ik ga echt niet vertellen wat ik werkelijk denk over wat hier momenteel gebeurt. Dus maar dat maakt ook wel weer interessant, want er zijn ook wel weer heel veel neven en nichten die het wel willen vertellen. Terwijl ze weten, ik breng mezelf hiermee in moeilijkheden. Dat wordt ook spannend voor ons. Ik ben niet op uit om mensen in problemen te brengen. Maar ik ga ervan uit dat zij zelf die afweging kunnen maken van, is het wel of niet slim om op de Nederlandse televisie in dit geval te vertellen. Maar ben je niet bang voor je eigen positie? Want jij hebt je ook zeer kritisch uitgelaten over het een en ander, die laatste ontwikkeling in Turkije. Ja. Daar ben ik zeker bang voor. En ik ontvang na elke column die verschijnt wel een paar berichten, als ik over Turkije schrijf, een paar berichten van mensen die zeggen dat ze me hebben aangegeven bij de Turkse ambassade, het Turkse consulaat. Alleen, ik heb ook in het kader van deze serie een researchreis gedaan van één dag. En ja, dat. Zo. Dat, ja, nou, dat, wat dat behelst in de praktijk, wilde ik eraan toevoegen, is dat ik
ben gewoon naar Istanbul gevlogen om te kijken of ik het land in kom. Ah. En dat is gelukt. Ja, en toen ik erin kwam dacht ik, oké, nou, dan pak ik weer de vlucht terug. binnen. Dus, ja, nee, die angst is er wel. En vooral ook door die mensen die zeggen dat ze me aangeven. En ik ben inderdaad soms kritisch. Maar nu is het wel zaak om toch een beetje prudent daarmee om te gaan. En, maar ga je nu expres dus inderdaad wat rustiger formuleren om te voorkomen dat die reis in gevaar komt? Ja, dat bedoelde ik inderdaad met prudent omgaan daarmee. Ik kan nu wel gaan zeggen, het is weer van alles aan de gang in Turkije, gisteren weer een aanslag en zo. Ik kan wel met gestrekt been weer ingaan, maar puur dat lijstbehoud voor deze serie doe ik dat even. Gaat dat lukken, Eus? Nou, het is wel heel moeilijk, moet ik zeggen, ja. Ja, ik vind het wel heel moeilijk. Ja, ik ben toch, als iets me steekt, als iets me dwars zit, dan kan ik het toch niet laten om daar iets over te zeggen. Of het nou in de krant is, of bij De Wereld Draait Door, of ja, moet ik het toch kwijt. Dus het wordt lastig. Maar we hebben de permits al binnen, want je moet tegenwoordig ook een permit krijgen om te filmen in Turkije. Dus het worden spannende tijden. Wanneer ga je? Ik ga in maart. Ja, dus als je me niet meer ziet, dan weet je... Je blijft toch wel op Twitter, hè? Ik ga proberen Twitter, ja. Nee, het wordt een heel groot project. Er wordt dus 5 delen, er komt ook een boek bij. En en dan is het wel klaar met de familie, denk ik. Dan is het ook ja, maar voor zo'n jongetje wat ooit in de baaien zat als niet deugend crimineel rotterukje... Ja. Heb je het wel ver geschopt, broer? Ja... Crimineel, zeg nou eens gewoon ja. Nou. Ver is er nog niet. Ja, nee, het is maar het waar je lat legt in, wat je ambities zijn. Ik kwam hier inderdaad 3,5 jaar geleden, geloof ik, met mijn debuutroman. En toen wist ik niet wat voor wending mijn leven zou nemen. Daarna kwam er dus nog een boek. Ik ging columns schrijven voor heel veel kranten, tijdschriften. Maar ik ben er natuurlijk nog lang niet, inderdaad. Ik heb heel veel ambities. Er speelt nog veel meer op de achtergrond wat ik je niet ga zeggen. Waar moet u dan aan denken? Klein tipje. Ook in de televisiewereld. Ook weer met een eigen programma ook weer inderdaad. Na die serie Turkije op zondagavond, 7:15, dat even reclame voor je te maken. Ja. Op NPO 2 ben je ook bezig met een eigen programma? Ja. Ook dat is weer niet, heb ik niet bedacht. Want nogmaals, ik had eerst niet die ambitie om tv te maken, maar dat is op mijn pad gekomen. Wat voor soort programma wordt dat? Een talkshow? Of? Een talkshow, ja. Wat vind je van een genre talkshow? Wisselend. Ja, het wordt wel vraaggesprekachtig iets, ja. Oké, interviewer. Je gaat interviewen. Ja, vraaggesprek is synoniem voor interview. Ja, klopt. En welke omroep dan? Ja, daar doe ik nog geen uitlating over. Maar staat het al vast als je dat gaat doen? Nou, zeg maar, de andere partij wil graag. Alleen ik sta volgens mij nu op een kruispunt in mijn leven. Om het maar even clichématig uit te drukken. Ik moet de afweging maken van, ja, wat ben ik nou? Ben ik nou schrijver? Ben ik nou columnist? Ben ik nou televisiemaker? Kunt het allemaal zijn? Nee, zoveel tijd heb ik niet. Je kunt ook politicus zijn en schrijver. Ja, maar hij heeft er wel 2 jaar over gedaan. Ja. Zeg, als je in maart in het buitenland bent, vergeet je dan niet de machtiging in te vullen voor, want het is 15 maart. Ja, nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik heb met het AD afgesproken, de krant waarvoor ik onder andere mijn column schrijf, dat ik 16 maart wegga. Kijk, dat is je waarde. Ja. Nog even één ding, Heus. Hier zit een hele succesvolle... jongen uit, met een rotjeugd. Lees ook vooral het boek en lees als je het nog niet gedaan hebt, zijn eerste boek Eus. Je hebt een ongelooflijk eind geschopt. Daar heb ik groot respect voor. En toch zie ik op Twitter echt afschuwelijke bedreigingen aan jouw adres komen. Ja. Dus de Turkse kant, als jij iets over Turkije schrijft, dan ben je de verrader. Je wordt aangegeven bij Erdogan. Maar Nederlanders noemen jou een kutmoslim die maar op moet rotten. Hoe voelt dat? Ja. Wat denk je 's morgens af en toe? Ik ga helemaal niet meer kijken of wat? Nou, ik heb met veel belangstelling het proces gevolgd van de heer Pechtold. Dat was een uitspraak tenminste. Die man is ook veroordeeld, geloof ik. Nog niet. 20 december is de uitspraak. In hoger beroep. Voor de mensen die het weten... Hij was vrijgesproken. Bedreigd. En
Nou ja, ik maak me er toch wel druk om, omdat de wet is er al. Alleen de handhaving schijnt een beetje moeilijk te zijn. Je kan op internet van alles roepen. Als ik nu tegen jou zeg van ik ga je morgen doodmaken, dan kun je aangifte doen en waarschijnlijk komt de politie dan. Maar als je op het internet doet, dan ligt het allemaal net iets anders, terwijl er wel een wet is. Ik pleit al een tijdje voor een cyberpolitie, maar dat schijnt allemaal moeilijk te zijn met mankracht en geld natuurlijk, speelt ook allemaal mee. Ik vind het wel moeilijk, want ik ben geboren en getogen in Deventer, wat ik net aan Nel vertelde. En ik voel me ook echt Nederlander. Alleen als ik dan weer een keer een onwelgevallige mening heb voor de PVV-aanhang, dan ben ik meteen een kutmoslim. Terwijl dat natuurlijk niet klopt. Ik ben geen moslim, misschien wel kut, maar niet een moslim. En dan, dat is toch iets wat je dan steeds weer krijgt te horen. Hetzelfde gaat eigenlijk voor kut-Turk. Ja, ik ben Nederlander, ik ben geen Turk. Maar ja, ik vind het wel ene keer moeilijker dan de andere keer, moet ik zeggen. Ik kan wel heel stoer. Wat doet het meest pijn? De kritiek van Neder-Turken of de kritiek van de PVV aan? Het is allebei een vorm van onwetendheid, dus het doet evenveel pijn. Alleen, het maakt vooral, pijn vind ik niet een goed woord. Het is vooral een machteloosheid. Want ik denk wel, ik denk nou ook over de toekomst. Ik denk van ja, hoe lang duurt het voordat deze mensen mij dan gewoon gaan accepteren om wie ik ben? En dat ze gaan zeggen van dat iemand met blonde haren en blauwe ogen. Ik heb trouwens een dochtertje van 8 maanden die ook blonde haren en blauwe ogen heeft. Oh, jouw genen zijn niet echt sterk dus. Nee, mijn vriendin heeft gewonnen. Nee, maar ik vind wel. Ik vind dat wel heel lastig. Ik denk wel, ja, ik ben nu 32, relatief jong volgens mij. Maar hoe moet ik dit echt nog 30, 40 jaar gaan volhouden in het publieke debat? Ik ben bang van wel. En dat maakt best wel moedeloos ook. Maar maakt het moedeloos, of machteloos, of voel je je ook echt bedreigd? Soms voel je ook echt bedreigd. Soms komt er ook echt een politiepatrouille voor de deur als er indicaties zijn dat, weet ik veel wat, groeperingen of supportersverenigingen. Want dat gebeurt ook trouwens. Bij voetbal zijn ze ook allemaal wat minder coulant als je kritisch bent. Maar ja, het is de ziekte van deze tijd volgens mij. Het is. Als je een keer ferme stelling neemt, dan krijg je meteen te maken met dat soort reacties. Maar zou je ooit niet zeggen wat je vindt vanwege die bedreigingen? Nee, dat zit niet in mijn karakter. Nee. Dat zit niet in mijn karakter. Maar het tegenstrijdige hierin is, ik ben volgens mij heel beschaafd in mijn uitlatingen. Er zijn ook columnisten of mensen die zichzelf noemen, die schelden. Als het bijvoorbeeld gaat over Erdogan, die hem geitenneuken noemen. Of als het gaat over de PVV-voorman, die hem gewoon fascist noemen en nazi noemen. Dat soort dingen doe ik allemaal niet. Maar dat past helemaal niet in mijn. Dat is niet mijn stijlmiddel, laat ik het zo zeggen. Maar dat maakt tegenwoordig ook niet meer uit. Als je wel overwogen kritiek hebt en je argumenteert het, dan kan het nog steeds tot hetzelfde leiden. En dat maakt een beetje moedeloos. En machteloos ook, ja. Dus kunnen we even aan Alexander, want die krijgt op Twitter ook de nodige bagger over zich heen. Ook pas bij de rechtbank geweest. Iemand wilde jou doodschieten. Althans was een bedreiging en werd door de rechter vrijgesproken. Toen ging het OM in hoger beroep. En toen dacht je, nu laat ik ook mijn stem horen. Ging dat niet? Want na Silvana is volgens mij voor iedere politicus best aantrekkelijk om daarmee te zwaaien dat je bedreigd bent. Was het echt een principieel geluid daar, wat daar gebeurde? Ja, bij mij is het 10 jaar geleden begonnen. Ik heb er altijd mezelf gehouden aan de afspraak van praat er zo min mogelijk over, anders breng je anderen op het idee. Maar we keken even terug in onze eigen aangiftes, want het is bijna standaardformulier wat ik in de Tweede Kamer krijg. En dat was voor de laatste paar jaar nu 25 keer een ernstige doodbedreiging. Mijn huis is volledig bewaakt, camera's, hekken, glas, knoppen. Dus ik word 24 uur per dag herinnerd aan dit feit. Toch heb ik altijd het stilzwijgen gehouden, omdat ik ook mensen soms niet gun dat ze effect op mijn leven hebben. Maar in dit geval was er een politierechter die dus iemand vrijsprak. En ik vond dat vonnislezend, dat zo idioot. Namelijk, we kenden elkaar niet en dus zou ik het niet als een reële angst moeten zien. Terwijl in hoog beroep bleek dat deze meneer veroordeeld is voor geweldsmisdrijf en bedreigingen. Een aantal keer zelfs. Een aantal keer. Dus als ik hem gekend had, had ik mijn angst alleen maar terechter moeten zijn. Was mijn conclusie. Maar het was ook dat mijn dochter en mijn zoon, die zijn nu 12 en 13, mij het steeds vaker aanspreken op. Mag dit?
En op het moment dat ik iets politiek niet meer aan mijn kinderen kan uitleggen en het over onze eigen vrijheid gaat, ook die van mijn kinderen. En dit was allemaal voor Sylvana en iedereen uit. Ooit had mij gevraagd, zou u dat willen doen? En toen heb ik gezegd, helpt het? Want het krijgt wel, denk ik, dan heel veel belangstelling. En toen zeiden ze, rechters moeten nu weten dat jullie dit serieus nemen. En dat is de reden waarom ik toen naar Leeuwarden ben geweest. Ja. Wat voor impact heeft het op jouw privéleven tot slot? Met je prachtige dochters. Ja, nou, het is wel soms inderdaad, je hebt van die weken dat je over je schouder kijkt als je over straat loopt. En ik weet niet of die angst dan altijd reëel is, want inderdaad, er wordt vaak gezegd van die blaffende honden, die zullen wel niet bijten. Maar ik gooi er altijd weer achteraan, nee, maar die blaffende honden kunnen wel andere mensen op ideeën brengen. Wat voor impact het op mijn leven verder heeft, ja, ik wil het niet zo groot maken. Ik ben nog nooit op straat door iemand uitgescholden. Het is vooral digitaal. Maar daarom pleit ik juist, dat is eigenlijk een politiek verhaal voor, ja, er moet gewoon ook digitale handhaving komen. Het kan niet meer zo zijn dat wij op internet, dat er ook een werkelijkheid is, maar dat wij dat afdoen van, ja, dat is internet. Maar ja, op zaterdag bijvoorbeeld krijg ik 50 tot 80 mailtjes van mensen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het enorme verspreidingsgebied van die regionale kranten, plus het AD. En de helft bestaat gewoon uit bagger. En dat is niet alleen... De helft? Ja, en dat is niet alleen... Het zijn niet alleen bedreigingen, maar het is ook gewoon discriminatie. Wat bedoel je dan met cyberpolitie? Wat anders is dan... Kijk, de wet is er al. Ja. Alleen... Ik ga bijvoorbeeld op Facebook kijken, op de website van of nou de Gelderlanders, waar die onder mijn column, wat daar allemaal staat. Er staat bijvoorbeeld, ja, Kurt Mosten, we moeten hem deporteren, hij en zijn soortgenoten, weet je, dat soort teksten. Van ja, als dit in echte leven gebeurt, dus fysiek, als het iemand tegen mij hier zegt, dan kan ik volgens mij aangifte tegen die persoon doen. Maar waarom... Maar je wil dat er actiever, dus ja, door de politie, het internet wordt afgestraald, ja, op zoek naar bedreigingen. Ja, en daar dan... want ik denk dat mensen daardoor ook geen grenzen meer kennen. Als een paar keer iets tot een veroordeling leidt, en dat hoop ik in het geval, gelukkig mijn collega's, ik had ze van tevoren gezegd, jongens, ik ga dit doen. En iedereen zei, nou misschien is het goed. Ik zat precies die week 10 jaar in de politiek, ik vond het ook wel erg symbolisch in de nationale politiek. En ik heb zoiets van, misschien dat een keer een veroordeling en dat mensen zien dat wij ook van vlees en bloed zijn. En dat het gewoon een kwestie is van beschaving. Dat je kan van alles, je kan mij de hele dag aanspreken, je kan onaardige dingen tegen me zeggen, maar niet dat. En als we dat in een democratie met journalisten... Een cyberpolitie, Alexander, wat vind je daarvan? Nou, ik voel er wel voor dat het gewoon serieuzer wordt genomen. En dat het niet alleen, hè, wij moeten nu zelf dan die formulieren en nou, dat is een soort standaard gedoe. Maar ik zou het best prima vinden als een keer het Openbaar Ministerie zelf het initiatief neemt en zegt, god, we hebben dat of dat op een site gezien van een of ander mee. We gaan er zelf achteraan. Ik denk dat dat mensen, want het is vaak zo makkelijk. Hè? Je zit, die mensen, ik stel dat mij zo voor, tenminste die man die daar tegenover mij zat in die rechtbank. Dus ik kreeg gelijk het beeld van dat zit s'avonds en dat zit te doen. Vroeger moest je een stuk papier in een ding draaien. Moest je dat gaan zitten tikken. Hé, gekke pech tot weet ik van wat. Dan moest je het in een envelop doen. Moest je er een postzegel op plakken. Moest je... Ja, dan had je al 20 momenten gehad dat je dacht, nou ja, het is wel een zak die pech tot. Maar weet je, om daar nou een postzegel aan te wijten, hè, laat maar. En nu, ze hebben het al gedaan... En het is al gebeurd en het is alsof het een tv-scherm is en dat er een platte meneer Pechtold bestaat die niet gevoelens heeft, net zoals bij jou ook. En laten we dan maar weer eventjes een stukje heropvoeding, zo zie ik het toch, okay, dat mensen doorhebben, dit doe je niet. Jij moet weg of wil je nog iets zeggen? Laatste woord is voor jou hierin. Laatste woord is voor mij, ik ga niet op D66 stemmen. Je bent echt leuk. Ik ga je boek toch lezen. Dat was mijn laatste woord. Nee, het was heel leuk om hier te zijn. Tot over 2 jaar weer dan. Hè? Heel veel plezier met je televisieprogramma's. En ik weet zeker dat je het eigen programma ook gaat doen. En een groeten thuis. Een groeten thuis, ja. Dankjewel. Een groeten thuis. Dank dat je hier was. Eusjan Akiol. Dankjewel. Goed. Nel Schellekens. Ik moet het even uitleggen, lieve dames en heren. De hele Gullewaard zit bomvol. Zelfs met mensen uit Frankrijk, want iedereen weet ze gaat sluiten.
uit Amsterdam, Rotterdam, overal zitten ze er. Zitten bijna geen Achterhoekers, dat kan ik je er ook bij vertellen. Jullie vinden dat allemaal veel te ver, helemaal naar Winterswijk. Ja. Maar het is wel lekker veilig. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, hoe moet ik er nooit meer weg? Ja. Dus ik ruik ook de keuken. Ik weet niet of jullie dat kunnen ruiken. En ze moet zometeen als een gek weer weg terug, want voor vanavond is ze weer uitverkocht. En jullie kunnen allemaal denken, oh wat erg, wat ik nooit daar gegeten heb. Te laat, ze is volgeboekt tot ze sluit. Wat Nel? Ja. Hou je boek omhoog. Oh ja. Hoger. Nel heeft het fantastische principe, wat in de Randstad inmiddels gejat is, van kop tot kont. Alles van het beest gebruik je. En ze maakt daar echt waanzinnige, waanzinnige dingen van. Ik eet al jaren bij NL. Ik ben even je grootste fan. En het jokt me dus absoluut niet. Ik weet hoeveel moeite je heeft gekost om hier te komen. Hoeveel tijd je had gekost dat je hier erg in de zenuwen zit. Maar toch, vertel. Waarom duurt het zo lang? Waarom was verdorie dat boek niet vandaag klaar? Dat het niet klaar is? Ja. Pas dinsdag of woensdag. Ja. Ja, jeetje. Waarom is dan hier klaar? Man, man, man. Kijk even. Mooi. Oh, dat ben ik. Oh, dat is al. Dat is in de glossy van Katja Schuurman. Ah. Ja, dat staat niet in het boek. Ik heb een uitnodiging gehad van Katja om in haar eenmalige glossy met het thema dood. Nou, die beesten zijn dood, ja. Ja. Ja, ja, ik niet. Maar die tafel is een tafel vol mannenvlees. En dat vond ik ook wel een beetje bij Katja passen. Wat is mannenvlees? Ze is ook wel heel erg fan inmiddels. Ah, heel goed. Ja. Nel, wat is mannenvlees? Mannenvlees, dat eten wij niet. Want dat komt niet meer bij ons op tafel, zeg maar, in het Nederlandse. Ik ben nog steeds in verwarring. Testikels, denk ik. Onder andere, ja. Niet alleen de ballen, maar gewoon all the way man, weet je. Dus, ja, wat, is wat ligt daar? Wat is er van mannenvlees? Haantjes? Oh, haantjes, kloten, bok. Weer heel bok. En mijn ossen. Hier ligt Henkie nog niet op. Henkie is mijn os. Die ligt nu bij ons in de keuken. Die ligt hier nog niet op. Henkie ligt op de snijtafel. Ja, nou, die is inmiddels in kisten verpakt. Ja, vindt Henkie is genoeg naar mijn man. Die wilde ook een keer een beestje met zijn eigen naam. En, romantisch. Dat, hij vindt het nou niet meer leuk hoor. Hij vindt er niks meer aan. Want iedere gast bij ons zei van, nou, en dan hebben we hier een bloemstuk van Henkie. En dan zien we hem zo lopen. Dat ben ik weer. Dat vind ik echt helemaal niet leuk. Ik adopteer mannen. Het is ontstaan uit, en daar gaat eigenlijk het hele boek en heel mijn principe van koken gaat erover. Dat er in onze consumptie heel erg veel bijproduct is. Wat ik dan noem de bijvangst. Dat is een term vanuit de visserij. Maar eigenlijk is dat gewoon een totaal. Heb je een ei, dan heb je eigenlijk alleen maar voorkeur voor wit of een beetje bruin. En dan kun je een groot of klein kiezen. En dat is het niet. Er is gewoon heel veel ei. Ik heb in mijn boek het allereerste ei van een hen. Dat ziet eruit als een walnoot, want dat gat is nog niet gevormd. Dus dat hen, dat moet er eerst een ei leggen. En dan komt er een ei. Ziet er niet uit. Ziet er niet uit. Maar ik vind het geweldig. Ik krijg gewoon alles, all the way. En dat vind ik geweldig mooi, om daarmee te werken. Met een groot ei, klein ei. Dus ik vond het gewoon heel grappig als je dan een recept leest. Dan, wij nemen een ei. Dan denk ik, ja, we nemen een ei. Ik heb zo'n ei, als het moet. Dus dat werkt niet. Maar goed, heb je dat ei. Eindelijk ligt dat in de supermarkt. Heel veel wordt verwerkt of gewoon weggesmeten. Want we zijn heel goed in dingen gewoon doen alsof het niet bestaat. Hè? Wegtoveren noem ik dat. En dan heb je een haan er uiteindelijk ook bij. Want, ik vind jou altijd de haantjesredder van Nederland. Jij bent ermee begonnen. Omdat ik ze opeet, ben ik wel de redder. Ja. Het is maar hoe je het ziet. Maar nou ja, in ieder geval, ze gaan er niet alleen maar in die shredder. Nee, het is te gek voor woorden. Er zijn er 50 miljoen per jaar inmiddels, omdat we steeds meer eieren eten. En dat is eigenlijk wat de consument niet goed beseft. Wat hij erin stopt in als brandstof in eigen fabriekje. Maar daar echt overal in alle prefab dingen, alle kant-en-klaar maaltijden dingen in zitten. En dat, ik hoef niet pleidooi te houden van echt koken. Want dan denk ik, ieder voor zich hoor. Ik bedoel, ik ben daar de missionaris niet in. Maar ik wil wel weten wat er dan bij komt. Dus dat wat er dan bij hoort. En in dit geval is dan het leghaantje. En het leghaantje is dan het broertje van het leghennetje. Het leghennetje doet op een gegeven moment, ei 2 ziet er al beter uit. Ei 3 is al helemaal fantastisch. En dan proberen we er zoveel mogelijk uit te persen. En dan, maar dat haantje hoort er ook bij. Dus het broertje hoort erbij. En ik heb boeren die gewoon die haan groot brengen. En dan komen ze bij mij.
En dat is dan leggaantje. Maar goed, zo heb je de bokjes bij de melk, de geiten. Zo heb je de stiertjes bij de melk. Jij gebruikt werkelijk alles. Jij zorgt ervoor dat er totaal niets zo min mogelijk wordt verspeeld. Weet je hoeveel voedsel wij in Nederland weggooien? Ja. Krankzinnig. Ja. 40%. Ja. 40% van wat we produceren wordt weggegooid. En dat is dus inderdaad, hè, de vrouwtjes zijn nodig en de mannetjes niet. En dus dat, dus wat doe je daarmee? Maar het is ook, hè, koop je zo'n hamburger bij zo'n foodketen, dan wil je natuurlijk het middelste stukje tomaat. En dat zijn ongeveer 3 plakjes die je uit die hele tomaat. En wat doe je met de rest? Het werd allemaal weggegooid. Ik was bij de verspillingsfabriek ergens in Brabant. Ja. Daar maken ze daar nu een nieuw soort model van. Om alles wat wij weggooien juist weer tot bijvoorbeeld die stukjes tomaat tot soep te maken. En er ging voor mij een wereld open wat er wordt weggelaten. Had ook bij mij kunnen komen, dan doe ik het in het klein. Maar dan ja, maar je schijnt volgeboekt te zijn. Ja. Maar nou, ja, mag ik even wat vragen? Ja. Nee, je hebt zo'n mooi restaurant en je praat er zo bevlogen over. Waarom ga je stoppen? Ja, het is wij zullen waar het gaat stoppen na 25 jaar. Omdat dit is mijn missie. Ik, op een gegeven moment doe ik heel veel dingen erbij. Ik maak ook alles zelf. Hè. Dus zie ik een paardenbloem, eet ik paardenbloem van kop tot kont, hè. Echt alles. Ik kan niks zien of ik... Hier heb ik ook bijvoorbeeld de recept in staan van meikevers. Ja, ik weet dat het... Jij kunt niks zien of het is eten. Ik kan het gebruiken. Ja. Want wij eten bij jouw salade met de bloemetjes van jouw veld. Alles, maar dan gewoon ook alles. En dan heel veel vertel ik en heel veel vertel ik niet. Er zijn ook verhalen van mensen in, bijvoorbeeld in Engeland die roadkill opeten. Nee, doe ik niet. Doe je niet? Nee, nee. Roadkill is voor aaseneters die gewoon in maar, de natuur... Maar Nel, even, want de tijd begint te dringen. Dat zou echt doodzonde zijn. Want ik heb echt, ik ben heel boos op je geweest dat jij dicht ging. Ja, je was echt boos, ik zei, hoe kan dat? Hoe kun je dat nou doen, mens? Ik had iets, oeh. Nou, boos. Nee, dat is niet waar. Maar ik vond het echt, ik was echt... Ontzet. Maar toen je hebt steeds gezegd tegen mij, Wauke, echt wat ik ga doen vind je nog leuker. Ja. Ligt nou eens een tip van de sluier. Wat er nou gebeurt, waarom wij gaan sluiten, is gewoon dat je na 25 jaar... en ik moet nou op alle dingen die ik heel leuk vind nee zeggen, omdat ik altijd kook. Want als je alles zelf maakt, ben je altijd aan de kook. Beter dan over de kook. Ja, soms heb ik dat ook wel en stoom ik ook heel erg. Maar dat is gewoon, weet je... Ik doe inmiddels heel veel met studenten in Stennen, Maastricht, Kaspijkers Academie, de top of the bill, die dan onze toekomst gaan bepalen. Daar ben ik dan gastchef voor, maar ik moet steeds vaker zeggen, nee, dat lukt dan niet. En dan lopen de eerste concepten, want dat doe ik inmiddels een aantal jaar. En dan hebben ze wat meer begeleiding vanuit mij, want dan vragen ze mij en dan moet ik zeggen, ja, sorry jongens, maar ik kan gewoon niet. En dat wil ik gewoon niet, begrijp je? Als jij wilt meer ja kunnen zeggen. Ik wil gewoon ja zeggen. Als ik een uitnodiging krijg van de Universiteit Antwerpen, omdat daar een voedselcongres is. En omdat de VN-rapporteur, dit is een Belg, hè, die over voedsel gaat. En dat is geweldig leuk. En er worden 100 studenten uit de hele wereld uitgenodigd. En dan ben ik de gouden haan. Dat vind ik wel toepasselijk. Dat vind ik zo leuk. Ja, vind ik wel. Maar ik kook eens een keer haan. En dan, maar dan kan ik niet, want ik moet bij ons koken. Dus dan is het er niet. Maar waar ze me voor vragen is, omdat ik dan in Antwerpen en in Brugge en al nodige reuring heb gemaakt van waarom eten we heel veel dingen niet, is dat die studenten, dat zijn eigenlijk allemaal vegetariërs. En die denken daar heel veel mee op te lossen. Maar dat is het niet, want je moet gewoon alles eten. Gewoon kop tot kont, gewoon alles. En dat is, denk ik, een veel betere oplossing als gewoon zeggen van nou, ik eet geen vlees, maar ik eet wel die eieren. En dan denk je, ja, hallo, en die haan dan? Ja. Of we eten wel geitenkaas. Nee, we doen mij maar geiten. Weet je, als mijn vegetariër geitenkaas of voordat even kaas bestelt, dan ga ik aan tafel zitten. Nou moet je eens goed luisteren. Echt. En het werkt, want ik krijg ze allemaal aan het vlees. Dus dan op een gegeven moment... Dan zeg ik, halleluja, weer één minder. Nou, op naar de volgende. En zo ben ik mee bezig. Dus, begrijp je, ik heb een missie. En dan kan ik wel met de gulwaar blijven spelen, maar dat is het niet. Dus ik heb gewoon straks mijn nieuwe leven, wat ik noem, daar gewoon veel meer ruimte voor. En dan kan ik met die studenten, wat ik nu aan het doen ben, en dat is echt geweldig leuk. Vorige week 10 jongens van de Kaspijkers, die dan bijna klaar zijn, die hebben echt alles al gezien. Die werken bij de mooiste sterrenrestaurants van Nederland, geweldig. En dan komen ze bij mij en dan zeggen ze zo, wauw, shit, wat is dit dan? Wow, dat heb ik nog nooit. Maar ik
benaderen het wat anders. Hun kennen alle bindmiddelen die in potten zitten. Hun kennen. Zij. Nee, dat komt. Dankjewel. Het boek staat ook zo. Mark had daar een liedje straks over gezongen. Oh, echt waar? Ja. Oh, hun weten dat echt. Ja, zij weten. Ja. Oei, jee. Dat heb ik dan even gemist. Dat is wel jammer. Ja. Ja. Hij zit nog, hoor. Oh, ik doe je straks mij ook even in fietsen. Okay. Dankjewel. Manel, die zitten bij jou aan tafel en dan zeggen ze, jee, doe jij het zo? Daar gaat dan meer over. Kijk, ik maak mijn eigen pectine. Ik noem maar even dwarsstraat. Want we hebben heel erg veel appels. Voor mij is een appel geen appel, maar je hebt soorten appels en dat geeft smaak. En ik ben heel erg pleit te bezorgen ook voor de biodiversiteit. Je kunt niet naar één ding omdat het het grootste rendement heeft. Ik heb een enorm hekel aan het woord rendement. Dat is altijd wat ik hoor. Het feit dat ik bijvoorbeeld, ik heb twee adoptiejongens, mijn jongens hè, dan, en dat zijn jerseys. En niemand die wil de jersey, want ik laat ze ossen, dat is wel een ding. Hè? Omdat een man die sekslust en die vechtlust, die moet eruit. Sorry hoor. Maar goed, dat betekent dat er wat af moet. Waar dat in aangemaakt wordt. Probeer het voorzichtig te brengen, want ik kan jullie gelukkig niet zien, maar iedereen die gaat er al zo ongemakkelijk bij zien. En daar heb ik altijd heel veel schrik over hoor, dat kun je nou ook weer zien. Maar goed. Er moet wat af. Er moet wat af. En dan krijgen ze leven, want dan heb ik ook zowat, een dier wordt in mijn idee niet geboren om op jonge leeftijd gegeten te worden. Het gaat over volwaardig en goed leven. Dus nou, en dan krijgen ze een naam en dan een leven en we vieren de verjaardagen. Echt waar, ik ga kroon schudden. Nee, ik volg je. Ja, dus als ze geboren zijn, een stiertje, dan ga ik kroon schudden. Dus dan ga ik met mijn krenten weg in, naar de stal en dan spreek ik ze toe. Berend, moet je eens goed luisteren. Je rijdt eerst de krenten weg, goed groeien jongen, komt ons allemaal te goede. En zo werkt dat. Ja. Maar goed, dan heb ik mijn jerseys en niemand wilde die laten ossen, want er wordt er gelijk gezegd van, er zit geen rendement. Er zit geen rendement in. Shit. En dan moet ik wringen en dat weet je ook, okay, daar ken je me heel goed in, dan ben ik een pitbull en ik moet gewoon. En dan op een gegeven moment is er een boer, een boerin. Het is wel typisch hoor, vaak vrouwen hè, die dan meegaan in het verhaal. Heeft ook een reden, denk ik dan. En dan is het. Dan heb ik in één keer twee jerseys. Adoptiejongens. Dus ik heb mijn eigen Jersey Boys. Berend en Reus. En ze doen het fantastisch. Oké. Okay. Nel, voordat je over al jouw lievelingsdieren hier gaat uitweiden. Oh, het ging over dieren. Ja, ja, jerseys. Jerseys zijn. Ik dacht adoptiejongens. Dat zijn mijn jongens. Jij zal vast geleden dacht ik dat. Nel, heb je ook een kostschool? Ik denk, nee jongen, helemaal niet. Jij gaat door Europa met jouw verhaal over hoe we voedsel moeten beschouwen. Maar je zei van, Wauke, jij gaat ook heel leuk vinden wat ik ga doen. Want ik wil wel af en toe met Nel eten. Ja, wat ga je doen dan? Nou, wat ik ga doen is op een nieuwe locatie. Hè, want daar hoort, wij wonen nu bij de... In de Achterhoek? Ja, want ik ben Achterhoek. Je kunt dat mij niet goed horen. Ik heb een verkeerd accentje, zegt iedereen. Maar ik ben Achterhoeker voor het leven. Dat is echt waar, hoor. Ja, maar ik krijg ze hier niet meer weg. Dus dat werd ook gezegd. Hè, we kwamen voor de niezel liggen. Als ik probeerde het erover te steken. Want dan was je maar niet weg. Wat ga je nu doen? Op een nieuwe locatie, prachtige locatie, krijg ik een werkplaats, ik noem maar heel even werkplaats, waarin ik dingen ga produceren. Ik heb een bedrijfje erbij, hè? Gies, geduld is een schone zaak. Al die lekkere dingen, ja. En daar doe ik totaal verwaarding in. Dat ook beschikbaar komt voor anderen, want het is niet alleen voor mij, het is ook voor de boeren met wie ik werk. En het zijn overwegend jonge boeren, het nieuwe boeren, die gewoon naar het nieuwe boeren toe moeten. Dat ook heel goed beseffen en weten dat het op deze manier niet feitelijk allemaal meer kan. Nee, maar kunnen wij ook bij jou eten, behalve al die producten kopen? Ja. Dan eet je bij mij gewoon straks aan de kachel. De kachel is niet waar ik hout in doe en warm, dat heet het fornuis. Dan zit je bij mij rondommetje in een besloten restaurant en eet je mee uit mijn pannen. Maar gewoon in mijn keuken, gewoon zoals het is. Maar is het wel toegankelijk voor iedereen of word je elitair? Ja, ik word elitair. Nou, mag toch wel een keer of niet? Ja hoor. Ja toch? Nee hoor, ik ben gewoon, maar dan wel op aantal. En dat gaat wel heel heftig worden zoals het nu uitziet. Hou je ons op de hoogte? Uiteraard. En wanneer is de boekpresentatie? Dinsdag of woensdag? Donderdag. Donderdag, donderdag, ja. En Kees moet komen, hè? Ja. Wat is het moeilijkste stuk om te koken, om iets van te maken van het dier? Niks. Niks? Maakt niet uit? Nee, vind ik, hè.
Maar het is gewoon, nee, het is echt heel toegankelijk. Nee, maar bedoel, welk ingewand of ding dat je dacht... Oh nee, ja, als het over 5 kwartier gaat, nee, ik vind echt helemaal niks moeilijk. Mijn favoriet is eigenlijk hard, omdat dat gewoon net biefstuk is. En, maar daar maak ik dan ook de grap van. Hè, dat geven wij aan de hond, maar goed. Ja, dat geven we vanaf nu niet meer aan de hond, want het is veel te mooi om aan de hond te geven. Ik heb er ook dierengerechtjes in staan, dus je hebt het hart. En dan zit er biefstukdelen in, dat is echt geweldig mooi, is beter als biefstuk. Nou, dan maak ik er nog een beetje soep van, dat is hartige bouillon. En dan Nel, ik val jou in de reden. Ik weet dat jij hier echt uren over kunt praten. Ja. Jouw boek is te koop dus vanaf vrijdag? Ja, is eigenlijk al te koop. De dingen zijn allemaal al voorhand besteld. En het gaat heel goed. Eerst recensies binnen. Dus ik ben de nieuwe Aaltje, de keukenmeid en de Gelderse keukenmeid. Dus dat is helemaal top. Helemaal fijn. En tweede kerstdag is het afgelopen met de Gullewaard. Ja. En wanneer ga jij wereldkundig maken waar jij gaat zitten en wanneer je open gaat? Eerst een beetje rust in de kop en dan verder. Oké. Okay. Ja. Fijn dat je hier was. Dank je. En als je denkt, al die mensen uit Brussel, Gent, Parijs, overal vandaan, die zitten nu ongelooflijk op mij te wachten. Ik moet weer die keuken in, dan mag je weg. Ja? Ja, je mag weg. Ja, ik vind het heel vervelend. Maar nee, ik snap het. Dit is ondernemerschap. Ga maar. Dank je wel. We bellen elkaar nog. Nee. Goed gewoon. Dank. Tot 25 december. Ja, tot 25. Ja. Gewoon allemaal mannen. Ik heb de laatste twee plaatsen. 25 december. Groetjes aan Henk. Ja, doei. Dankjewel allemaal. Rij voorzichtig. Ja, er komt er nog wel één. Ik stuur Kees naar de presentatie. Ik kan helaas niet. Ja, Kees komt. Hij komt. Ja, hij komt. Hij komt wel, hè? Deskeet. Ja, hij komt. Een beetje een soort feestje bouwen, Kees. Doei. Doei. Muziek. Mark de Koning. Muziek. Ik ga mijn bijdrage aan deze middag afsluiten met een heel ander liedje. En dat is eigenlijk niet zo geschikt voor dit publiek, want het is eigenlijk voor mensen die gemiddeld al wat ouder zijn. Maar het slaat dus wel op mij. Het liedje heeft 4 refreinen. Het begint ook met het refrein. En als je nou in staat bent om het de laatste keer helemaal mee te zingen, dan slaat het liedje eigenlijk ook niet op jou. Het is getiteld Alles wordt een beetje minder. Alles wordt een beetje minder. Je wil niet weten waar het allemaal aan schort. Het is last, het is ongemak, het is hinder. Als het allemaal een beetje minder wordt. Alles gaat een beetje trager. En weet je wat alleen een beetje baat? Je legt je latje lager. Dan lijkt het of het minder minder gaat. Leg je latje lager, dan lijkt het of het minder, minder gaat. Ik liep altijd maar mijn leven lang te jachten en te jagen. De nachten en de dagen, ze regen zich aan een. Jaar in jaar uit, kom op vooruit, ik wachtte nooit een zeven. Zo joeg ik heel mijn leven er eventjes doorheen. En toen ik dan toch eindelijk besloot te pensioneren, zou gaan profiteren van al mijn vrije tijd, voortaan een heel sportief bestaan zou gaan proberen, moest ik constateren, tot mijn grote spijt. Alles wordt een beetje minder. Je wil niet weten waar het allemaal aan schort. Het is last, het is ongemak, het is hinder. Als het allemaal een beetje minder wordt. Alles gaat een beetje trager. En weet je wat alleen een beetje baat? Je legt je latje lager. Dan lijkt het of het minder minder gaat. Leg je latje lager. Dan lijkt het of het minder minder gaat.
Ik heb altijd tussendoor getracht de dames te verleiden. Dat lukte ook bij tijden, dan viel er één voor mij. Maar zie ik nou een leuke vrouw alleen op een terrasje, dan denk ik, vroeger was je er als de kippen bij. Nu mag van mij een ander haantje het proberen. Ga uw gang maar heren, wil me excuseren, want stel ik geef van koketteren nog een sterk staaltje. Als puntje komt bij paaltje, dan val ik door de mand, want alles wordt een beetje minder. Je wil niet weten waar het allemaal aan schort. Het is last, het is ongemak, het is hinder, als het allemaal een beetje minder wordt. Alles gaat een beetje trager, en weet je wat alleen een beetje baat? Je legt je latje lager, dan lijkt het of het minder minder gaat. Leg je latje lager, dan lijkt het of het minder minder gaat. Doem, 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 doem. Ik ben niet alleen, er zijn er meer die minder worden. Met een hele horde gaan we langzaamaan teloor. De ganse babyboom die stapt nu in hetzelfde bootje. Zie hier het gammele zootje dat nu zingt in koor. Alles wordt een beetje minder. Je wil niet weten waar het allemaal aan schort. Het is last, het is ongemak, het is hinder, als het allemaal een beetje minder wordt. Alles gaat een beetje trager, en weet je wat alleen een beetje baat? Je legt je latje lager, dan lijkt het of het minder minder gaat. Leg je latje lager, dan lijkt het of het minder minder gaat. Dan lijkt... Dat gaat al een beetje minder. Dan lijkt het of het minder minder gaat. Sorry. Dankjewel, Mark. Nogmaals terug te vinden op liedjeskrant.nl. En nu, jullie zitten er allemaal op te wachten, ik ook, de column, Frans Michelbreen. Dankjewel, dankjewel. Nou, wat een middag, hè? Ja, hè? Potjadorie. Ik wou hem eerst geven, de titel geven, nou, maak hier maar eens iets leuks van. Maar ik heb uiteindelijk besloten om deze column de titel te geven, Die Rare Optimisten. Beste mensen, 11 december en de wereld vliegt ons elke dag naar de strot. We maken ons er zorgen over. Het zit niet mee. Hun hebben, hun willen, hun dreigen. Van we zetten ze op straat met hun hebben en houden. Van hun hebben mij verkeerd behandeld. Van hun hebben het verkeerde vonnis. Van het is ellende hier, een doffe beerpoel. En de dansje om de zetels en de dominantie van hem. Hou je nog eens iets op en we hebben niet en jij hebben niet van wel en niet. En na 15 minuten valt het woord optimisme. En ik denk, hé hé. Nu zou het leuk kunnen worden. Want optimisme is een houding. Fluitend het bed uit. Hier mag je je geaardheid tonen in de wieg. Hier is het geweldig. Hier rijden Marianne Thieme en Henk Krol samen op een pony de toekomst in. Kijk naar het buitenland. Dan mogen ze niet eens naar de wc in een verpleeghuis. En niet van, ik heb dat boek nog lang niet uit. Nee, ik heb het al half gelezen. Hoe meer boeken je schrijft, hoe positiever je wordt. Zo'n boek kan iedereen schrijven in 2 weken. Optimistisch tekeer gaan. En val je in de achterhoek aan je verpleeghuisbed. Lachen, man. Formuliertje invullen, zegeltjes erbij. Kaart vol, polonaise, we lossen het op. Samen met de buren zagen we alle bomen van het hele dorp om. Kratje bier erbij. Ga met 6 man op een zaal liggen, dat is pas leuk. Weer dat kratje bier erbij, daar houden 8 hoekers van. Sigaartje. En anders ben je maar alleen thuis. Zit je voor het raam te zitten, steek eens alleen maar de hand op. Nee, daar word je vrolijk van. Drink gewoon een glas wijn voor je schuurtje thuis. Dan krijg je een twinkeling van in je ogen.
Nee. Die twinkeling hoort bij de slaapkamer, volgens mevrouw Valk. Ik denk dubbele twinkeling. En toen werd het aan tafel een gekkenhuis. Met een theatergezelschap die politiekje wilde spelen. Vuilnisbakken, kindertekeningen. En van nog een glaasje wijn. En toen werd het hele zooitje bijna met z'n allen tegen de kiesdrempel aangemept. En het werd steeds joliger. Ik denk nog even, er worden moppen getapt over Henk Krol en de gaykrant en de ponies van Marianne en wie Henk Krol allemaal wel niet feliciteert op zijn verjaardag. Volgende week wordt meneer Alexander 51 in de Daal en de zaal denkt met z'n allen snotneus. En toen gingen we zingen met z'n allen van blijf van mijn poen af, het is maar een clown. En Marcus van 46, kijk, denkt de zaal, dan mag je wat zeggen. De lichting van 46. En het lied was nog lang niet af, of ze begon alweer te klappen. 6 keer een open doekje, 6 keer weer beginnen. En daar ging het, ja, de handjes weer op elkaar. Nee, die lichting van 46 heeft het inderdaad niet makkelijk. Leuk zijn met z'n allen potje zingen, zoals bij de reisopera. Zing het met z'n allen vanuit Carré, zo, hup. Twinkelend het Amstel Hotel in. Jammer dat het geld allemaal weer naar de Randstad moet. Altijd weer die Randstad. Blijf daar maar eens optimistisch onder. Want die busmaker, die zwiepen we binnenkort zo hup met z'n allen zingend de Amstel in. Samen op met de Randstad, samen met de regio. Mooi, toen werd het al een beetje stil. De Randstad samen met de Achterhoek, samen met deze regio. Daar moeten we het nog een keer uitgebreid over hebben. En bij de reisopera komen hele gewone mensen die van ballet houden. Hele gewone mensen die van opera houden. En hele gewone mensen die van vette moppen over Henk Krol houden. Die met twinkeling in de ogen wijn drinken. En die allemaal optimist zijn. Hele gewone mensen. De fles gaat helemaal leeg. Alexander blijft tot het gaatje. Signeert alle boeken. Ik denk, kijk, dat gaat eraf, gekkenhuis. Maar Eus heeft een ellendige jeugd gehad, lachen man. Die ging er goed in, die van die ellendige jeugd. En gaat tv-programma's maken voor de zondagavond om 20:15, 8:15. Mooi denk ik, na Studio Sport, dus daar kunnen we mee pikken. Over de familie in Turkije en Turkije, maar dat is best ingewikkeld. Want dat heeft te maken met ja, of die het land inkomt en of die het weer uitgaat. Dus in één dag heen en dan weer s'avonds terug. En ik denk, nou dat wordt nog een lange tijd voor het woon-werkverkeer. Elke dag heen en weer terug. Voor een crimineel doet Eus het erg goed. En wat ze hem allemaal ook voor de voeten gooien. Want we ploeteren met z'n allen door wat bagger heen. Ze braken het overal neer. Ze mailen bagger, ze bedreigen met bagger. Bagger van overal vandaan. En moraal van het verhaal, stem. En daar wou ik het bij laten. En de groeten thuis. En Nel, de restaurant, gaat ook straks sluiten. Maar om optimistisch te blijven, heeft Nel ook een boek geschreven. In 2 weken. Een optimistisch boek over dood. Over mannenvlees, over all the way. Over haantjes, kloten en Henkie, de man van Nel. Maar de man van Nel is een bijproduct. En die is daar niet blij mee. Die wil all the way. Het is maar hoe je het ziet, want Nel gebruikt alles, van kop tot kont. Het is haar missie. En nu gaat Nel dicht, want ze is altijd aan de kook. En daar is Henkie dus niet blij mee. Dus Nel gaat samen met Henkie de wereld over en dan probeert ze alle vegetariërs, hun, de vegetariërs, aan het vlees te krijgen. En dan heeft Nel ook tijd om te gaan kroomschudden, om bij Borinne op bezoek te gaan en met haar boys te stoeien, heel Europa door. Maar Nel is Achterhoeken voor het leven en blijft hier gezellig produceren. En dan eet je aan de kachel, met Nel en met Henkie. En dat is niet elitair, dat is voor mensen die van ballet houden, dat is voor mensen die van opera houden. En dat is voor mensen die van vette moppen over Henk Krol houden. En die wijn drinken met een twinkeling in de ogen. En optimistisch een boek schrijven in twee weken. Met drank en een knuffel. En de lichting van 46 die door alle gebreken heen optimistisch de lat lager leggen. Met drank en een knuffel. En alles wordt een beetje minder. Maar niet veel. Alhoewel er eentje hier in de zaal het einde bijna van het nummer niet eens haalde. Beste mensen, kijk naar de wereld als een optimist. Optimisten leven langer. Misschien krijgt de pessimist op den duur wel gelijk. Maar wij optimisten hebben onderweg veel meer plezier gehad. En vooruitgang is altijd te danken aan de optimisten. Dus die kant op, naar de kantine van Geertje van Hals. Drink een glas op het leven en vooral op de toekomst. Het leven lacht ons nog steeds toe. Dram. Dram.
Dankjewel. Ik zit toch iedere keer weer in angst dat hij aan het einde vergeet de ram. Maar hij vergeet het nooit. Dankjewel, hij was er mooi. Goed mensen, deze piemen zit er weer op. Hoe ver ben ik uitgelopen? Oh my god, het is weer zover. Ja, oké. Okay. Dus ik ga heel snel mijn team danken. Want zonder dat team wordt natuurlijk helemaal niks hier. Boudewijn ten Boom, Esther Ruse, Els Bakker, Tessa de Jong, Peter Groeskamp, Anneleen Doordenbos, Marcella Heerenveen, Loes van der Meijs, Peter Drent, Audio West, Open Webcast. Kijk hem terug. Openwestkamp.nl, als u denkt, ik wil nog iets terugzien. En natuurlijk hebben wij ook onze sponsors. Ja, daar zijn ze. Arriva, Rabobank, Kaakgroep, Goma, B-Side, Wingprint, Berendhausgroep heeft voor de wei gezorgd. En Oldhuis Takken voor Bloem, nou het kaarsstuk in dit geval. Goed. De volgende piment mensen is op 29 januari. En dan hebben we hier onder andere Siebrand Buma, die hier volgens Alexander Pechtold altijd mooie sier maakt. Toch? Ja. Goed. Ik wens jullie hele fijne feestdagen en tot 29 januari. Dag. Ja.